Yes. Als het goed is, zijn we live. Waarom zo laat? Welkom in elk geval, allereerst. Zo laat. Ja. Het was een mooie dag, jongens. Het was een mooie dag. Ik heb veel gedaan. Dus ja, het lukt soms niet eerder. Welkom, jongens. Welkom. Allereerst hebben we geen team nog, want we hebben van Raan gepakt en ik heb echt iets van 600 inzendingen gekregen voor het nieuwe team. Dus die gaan we, nou niet alle 600, maar we gaan er een beetje doorheen, even kijken wat een beetje de algemene tendens is. Het Bundesliga team of the season is er nu net. Ik heb begrepen dat Lewandowski een te lijpe kaart heeft. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hij is een miljoentje. Oh nee, dat is het team of the year. Dus het team of the season is 2,5 miljoen. Goedemorgen. Maar die heeft wel 5 sterren weak food. Oei. Dat is niet misselijk, hè? 97 shooting. Hij is... Ja, hij lijkt wel iets beter dan zijn team of the year, maar... Maar ja. Is hij nou zoveel meer waard op dit moment? Ik denk wel dat je... Je betaalt nu wel echt veel. Die prijs gaat nog flink zakken, vrees ik. Die van Haaland mag er ook zijn. Ik ga eens even kijken. Ik ga jullie eventjes meenemen door mijn scherm. Althans. Ik ga jullie even enigszins meenemen. Wacht even. Even kijken. Is dat deze? Ja, dat is deze. Dan zien jullie al mijn... chill. Oké, dit is wel handig. En even kijken. Ja, dit is prima. Oké. Even kijken. Kijk. Jullie zien nu mijn scherm. We gaan gewoon even een klein beetje kijken hier zo. En je kan dit trouwens volgens mij ook met deze nog doen. Oh, dat is nog beter. Wacht even. Kijk, nu zien jullie en mijn scherm en dit. Ik moet eigenlijk even een adblockertje aanzetten, maar goed. Team of the Season, Leagues, Bundesliga. Dit zien jullie, hè? Ja, dit zien jullie. Haaland. Maar 3 sterren, daar ga je niks mee doen. Alaba, wisten we al? Kimmichje, de legend. Is er ook eentje natuurlijk. Alfonso. Oei, oei, oei. Enge kaarten zijn dit. Wie wil je nog meer hebben? Er zat al best wel veel kaarten natuurlijk in het community team te zien, hè? Is Coman goed? 4 sterren, 3 sterren. Müller, 4 sterren, 4 sterren. Oh. Is dat niet ook een ziek? Hij had toch geen 4 sterren skills aan normale kaart? Of wel? Oh, van deze had het ook. Player Moments SBC. Verder inderdaad 3 sterren skill altijd. Oké, lijp. Even kijken. Als ik hier de chat aanklik, top, dan zien we dat niet daar. Oké, dat is mooi. Paar ads maar in beeld. Ja, echt hè. Kai Sierhuis in de chat. Kijk eens, wat nice. Sier Osso. Welkom vriend. Zet even je scherm in, geen weekend league. Oh, dat bedoel je. Ja, dat zou kunnen. Maar dit is prima, toch? Oh, dat is wel slim, ja. Dat is wel slim. Tommy, hoe is het? Andere Tom. The Games, thanks voor je donatie gelijk al. Ik ben het boy, Socrates is ziek. En ik heb daarna ook nog tradable fake hier gepakt. En ik heb Future Star Desk gekocht. Ik heb 4 teams doorgestuurd. Kon lekker zeg. Oké, ja, ik ga jullie even meenemen door die teams. Dat is even... belangrijk. Er zitten natuurlijk geen Bundesliga dingetjes in. Maar, ja, dit is bizar jongens. Ik had niet verwacht dat er zoveel teams zouden worden ingestuurd. Laten we er gewoon een klein beetje doorheen lopen. Oh hier, Boy hadden we net. Die heeft dus teams ingestuurd. En eigenlijk moeten jullie even laten horen in de chat. Als jullie zeggen, ja, dit moeten we doen. Kijk, Socrates vind ik leuk. Hij gebruikt Van Raan trouwens, die ik dus heb gepakt. Ik denk dat we dit qua geld niet gaan halen, eerlijk gezegd. Met Neymar, Ronaldo...
Want die 4 miljoen heb ik natuurlijk alleen als we Varaan verkopen. Dus dit werkt sowieso niet. Boy, je denkt dat we iets meer geld hebben dan dat we eigenlijk hebben. Maar hier bij deze ook. Dus dat wordt hem niet. Eusebio hebben we echt heel recent nog gehad. Deze Rashford trekt me niet heel erg. Walker is op zich een goede oplossing. Alexander Arnold. Oké. We gaan gewoon een klein beetje door dit. Ik kan ze gewoon echt letterlijk niet allemaal doen. Ik kan ze echt niet allemaal bekijken. Ja, deze linkerkant vind ik ook een beetje outdated. Hier gaan we eigenlijk alleen voor Eusebio. Ajax. Oh, wat zijn dit dan voor... Ja. Monster Team. Dit is wel grappig. Ik vind dit sowieso nice. Kijk, mijn team zie ik op dit moment trouwens niet, maar... Ik heb 1,5 miljoen plus Varaan nog te verkopen. Ik kan even switchen tussen die... dingen. Kijk, dit is wat ik nu heb staan. Maar we hebben dus nog Varaan die ik kan verkopen. Op zich is dit... Ja, moeten we... Oh ja, laat dat even weten, jongens. Dit is geen slecht team, hè, trouwens. Die Mr. Daily Papier doorstuurde. Hoeveel... Is dat 4,9 miljoen staat ervoor wat hij daar nog aan spelers heeft. Dus dat is wel een beetje fors. Dat red ik niet. Benzema, 97 in de spits. Terwijl hier Jennifer B. 1993 lid is geworden. Dankjewel, Jennifer. Moeten we die rechterkant gebruiken met Navas en Vazquez? Is dat goed genoeg, jongens? Ja of nee? Die heb ik natuurlijk allebei. Maar jullie zeggen al, Navas is niet goed genoeg. Vazquez is geweldig als CDM. Ja, echt zo, ja? Met een shadowtje erop. Is die zo goed verdedigend? Staande tackle 82. Hij heeft weinig power ook, hoor. Navas is echt niet goed, zeggen mensen ook al. Dan kan ik die volgens mij nog verkopen zelfs, ja. Hebben we weer wat meer budget. Ik denk ook niet dat hij goed genoeg is. Leuk idee, maar... Ik denk ook niet dat het... dat het handig is. 140k is deze man nog. Die zetten we gelijk even te koop. Betekent ook dat Vazquez in principe geen basis komt. Soetje... Wat heb ik een scherp beeld hier trouwens? Salah mag dus gewoon weer naar deze. Oké. We hebben deze man nog. Moeten we Shaw en Barnes op de linkerkant zetten? Ja of nee? Wow, chat gaat vrij hard. Frenkie heb ik veel mensen al over gezien. Le Croix. Koen, wel eens een kat gehad die overleden is. Ai, ai, ai. Ah, Richard, sterkte man. Ik heb wel een hond gehad die overleden is. Dus het is altijd kut man als je huisdier overlijdt. Goretzka zijn kaart is niet normaal. Linkerkant met Barnes en Shaw of niet goed genoeg? Ik zie heel veel ja of nee. Shaw wel, Barnes weg. Oeh. Son. Ja, Son. Dat zou echt te dik zijn als we Son iedereen kunnen fietsen. Ik ben ook weer ingefluisterd door mijn fitnesscoach Tom Grotendorst. En die heeft altijd wel leuke ideeën. Die had toevallig ook sommeren. Sony kost 1,45. Oké, ik ga even anders. Ik heb hier allemaal schermen. We gaan even rustig de tijd nemen. Ik heb geen zin in gehaast. Dus als je dit niet leuk vindt om te zien, dan moet je even wachten. Dan moet je zo terugkomen. Sony kost 1,5. In principe moet Mount er ook gewoon uit. We moeten Varaan nog verkopen trouwens. Dus er moet nog wel even ook wat goeds bij. Als hier een icon komt. En hier, bijvoorbeeld, volgens mij had Tom dat ook bedacht, om daar dan Trent Alexander-Arnold rechtsback te zetten. Ja, is dat een speler naar mijn hart, is de vraag. Het Cancelo er nog bij, De Bruyne. Even kijken, jongens. Samen gaan we er sowieso uitkomen. Trent. Team of the Year. 92 pace. Is dat snel genoeg? Hij is wel heel chill in zijn passing. Dat is wel echt top aan hem. En volgens mij is het ook niet meer zo duur. Omdat ook wel zo'n kaart die er al zo lang in zit. Oh, er stond al 6 ton. Oké, we gaan weer even naar de teams van kijkers. En ik ga ook jullie chat natuurlijk een beetje in de gaten houden. Baby Vieira.
Ja, dat kost wel veel geld, maar is op zich geen slecht idee. Cruyff heb ik het niet mee, man, deze game. Ik weet niet wat dat is. Cancelo is ook zeker een optie. Die is denk ik ook nog goedkoper dan Trent. Dus dat is wat mij betreft ook zeker een optie. Even kijken, die kost 4 ton. Cancelo, team of the season. En op zich zou dat in dit geval ook kunnen. Dat zou op zich niet uitmaken. Dus inderdaad, ook Cancelo. Trekt mij ook iets meer als ik eerlijk ben. En die heeft ook gewoon 91 passing. Dus dat ziet er op zich goed uit. Dan hebben we 1,9 uitgegeven ongeveer. En hebben we nog een ruime 2 miljoen voor deze twee posities. Dan kunnen we weer zeggen van, hier komt Cristiano Ronaldo. Dat kan. Gewoon normale, kan. Die kost niet zoveel. En dan hebben we nog echt 1,7 of zo voor die laatste. Oh, Jespertje, hoe is het? Ja, Frenkie, dat wordt gewoon heel moeilijk, jongens. Qua competitie, vrees ik. Frenkie kost 1,5. Hoe gaan we dat dan weer in vredesnaam doen? Dan komt er zoveel off-chemistry, vrees ik. Ik ga nog even wat teams laten zien. Even kijken. Want jullie, ja, wat ik zeg. Jullie hebben met zoveel mensen teams ingestuurd. Dat is echt ongekend. Dus sorry als ik jouw team niet instuur. Hey, een petje besteld. Die lees ik altijd even voor. Dat is traditie hier tijdens stream 2 zelfs. Door één iemand volgens mij. Als iemand tijdens de stream petjes bestelt, dan wordt hij voorgelezen. Gert-Jan van Duren. Zo, ik schrok even. Ik dacht, dat is bijna die naam van die vader van Reiner Wolt. Dat was ook Gert-Jan van D of zo. Maar Gert-Jan van Duren, dankjewel. Legend. Twee mooie capjes besteld. Hier verlies je niet mee, zien we hier staan. Met ook weer Moments as Shen. Dit team lijkt een beetje op wat we net voorbij zijn gekomen. Het is wel een slim team ook, ja. Met Barnes, dit kost niks. Dat is dan alleen geen Son. Hey George, jongen, hoe is het? Zeg je even gedag? Ja. Zeg maar even gedag, jongen. Oh. Ja. Och. Ben je buiten geweest, jongen? Je bent zo lekker zacht. Lekker een beetje koud ben je. Oef, wat ga je doen? Die haar in mijn bek gelijk. Ja, Moments en Shen, die zie ik toch wel heel veel voorbij komen. Walker kun je vervangen, zegt hij. Ja, dat zou kunnen. Op zich hoeft dat niet eens. Ik vind Tavernier op zich goed om in de ploeg te hebben. Hoeveel kost Moments en Shen? Is daar niet ook een... Zat het beest hier weer naar het scherm te kijken? Is daar niet ook een SBC van, jongens? Haal Frenkie en Gullit. Frenkie en Messi. The Human Bean. Thanks, man. Ook al een nieuw lid. Ik zie ook nog allemaal donaties. Die lees ik zo voor, jongens. Ik moet even veel tegelijk doen. We moeten eerst even het team bouwen. Zidane en Benzema. Het zijn drie middenvelders. Ja, maar ik speel in principe ook 4-3-1-2. Moments en Shen is een SBC. Ja, ik kan hem doen. Ik vind hem wel hard, namelijk. En ik heb denk ik nog best wel wat dingetjes in mijn club die ik erin kan gooien. 800k SBC van Shen. Ik vind hem wel vet. Moeten we dat gewoon doen? Ik denk oprecht niet dat het me heel veel geld kost. Damien die appt mij. Oké. Zou je dit redden? Oh, jullie zien het nu ook, of niet? Ja, jullie... Oh, fuck. Shit. Ja, mijn appje is dat niet de bedoeling. Volgens mij zat er niks raars of zo. Ik heb wel eens gehad, ook eerder op stream, dat dan... iemands nummer in één keer hier op stream kwam. En dan werd diegene in één keer de hele tijd gebeld. Nee, er staat niks raars tussen, gelukkig. Oké, top. Even kijken. Damien zegt... Ja, Eto'o. Ndombele, Eto'o. Wel een leuk team, Damien. Wel leuk. Maar dan gaat die hele defensie op de schop, joh. Wat heb je hier? Ook met Moments as Shen. Ik merk wel dat iedereen fan is van Moments as Shen. Dat is wel echt een ding.
Even kijken. Ashen is echt slecht. Nou, als CDM denk ik dat hij goed is. Frankie en Alba. Je gaat je dood ergeren aan Moments Ashen, geloof me. We gaan nog een paar teams checken. Denken jullie zien dit nog? Oké, okay, de spelers die we voorbij... Ik ga eventjes hier een documentje maken. Ashen zie ik heel veel voorbij komen. Frankie hoor ik jullie continu over. Alba vind ik inderdaad geen slecht idee. Dan zouden we namelijk dit zo kunnen doen. Dat zien jullie nu niet, maar... Dat is wel... Dat kan leuk zijn, maar dan hebben we wel een goede linksbuiten nodig uit La Liga. Ja, dat moet dan Carrasco zijn of zo. En dan moeten we het namelijk anders neer gaan zetten. Ik zou niet weten hoe. Omdat Sala natuurlijk wel weer een... Ja, met een 4-3-3 waarschijnlijk. Jullie zien nu dit weer eventjes niet. Wacht even hoor. Het is een beetje chaotisch. Ik weet het. Het is een beetje chaotisch het begin van de stream. Maar er zijn zoveel teams ingestuurd. En dan krijg je weer eerder zoiets of zo. Sala hier. Hoe ga je dat ooit fixen? Renato op mindere chemistry. Dan moet hier Frankie. En dan moet... Ja, dan heb je dus drie middenvelders al. Is het reëel om Frankie te doen? Ik wil Timo die hier Bruno eigenlijk niet kwijt. Dan hoeft Ashen in elk geval niet meer. Dat is wel heel moeilijk hoor. En dan komt hier Alba. Blijf vooral even dingen insturen. Dus ik ga het zo weer checken namelijk. Niet op de site, maar wel in de chat. Dus dit is op zich handig. Dit niet. Hoe ga je dit ooit doen? Er komt er wel heel veel op off-cam. Ashen en Ronaldo. Ik blijf lezen jongens. We gaan even gewoon... Messi inderdaad. Hadden jullie er ook nog over. Frenkie is niet goed. Goretzka met Coman. Hé, hey, gebruik als super sub in vorm Boadu. Dit is zo duur, man. Eto'o, Barnes, Alba, Batkes. Oef. Batkes, die zou wel op rechts half kunnen natuurlijk. Oh, mijn... oh shit, mijn controller is uit. Poe. Ik denk dat het met Frankie echt te lastig wordt, als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. We gaan weer even kijken. Carola trots maken, dat is altijd een goed idee. Best leuk bedacht. Maar dit voelt niet goed. Het team van Edward voor Koen. Kijk eens, Rivaldo gebruikt. Ja, dan ben je wel een legend. Dan snap je het wel. Dit is best een goede opzet. Dit is wel echt een goede opzet. En echt een hele goede chemistry gecreëerd. George, man. Wat ben doen? Dit is wel een goede opzet. Twee icons. Dit qua defensie vind ik dit heel sterk. Omdat je Tevin hier ook nog eens goed weet te linken. Die vind ik op rechtsback namelijk echt gewoon prima. Met zijn 95 pace. Ik wil graag dat je Eto'o gebruikt. Dank je Koen voor je super toffe video's. Nou, nice. Dat is mooi om te horen. Even kijken. We gaan door. Een paginaatje verder. George, jongen. Elite 1 voor Corolla. Ook weer met inform Ronaldo. En Son inderdaad. Son hier. Oh ja, dat is ook wel slim. Dat je dan inderdaad Bruno naar de andere kant zet. Dat is heel slim. Alleen hoe krijg je dan Sala? Ja, met Alexander-Arnold wordt dat dan weer inderdaad. Ja, dat is dan inderdaad een vereiste. Heb je Tevin hier. Dan moet je Mount weer gebruiken. Maar het is wel heel hard. Jongens, wat zeggen we van dit team? Carrasco met engine is fantastisch. Ik vind Carrasco ook wel redelijk goed. Best moments. Douglas moments.
is wel een redelijk team, toch? Dit is niks, zegt Jema. Als Jema zegt dit is niks, dan is het niks. Ik ga wel heel even, ik ga wel even foto's van maken. Hoppatee. Zo. Dankjewel Danny in elk geval. Tyrone, jij zei... Was dat jouw... Oh hier, Tyrone, die was net in de chat. Die zei, dit is mijn team. Oh, Kotja. Oh, dit is natuurlijk in-game. Roussillon, Lacroix. Goed teampje. Ik moet je wel zeggen, het is een goed teampje, maar dit is wat mij betreft een beetje te lijp. Moments Pushkash. Mané. Wel hard, wel hard. €4,5 miljoen. Goretzka. Je heeft het over Goretzka ineens. Maar ja jongens, hoe moeten we die in vredesnaam weer gaan linken dan? Moeten we Goretzka doen met Davies aan de linkerkant? Hij is 3 miljoen? 3 miljoen? 4 sterren, 4 sterren. Wat is dit voor kaart inderdaad? En toch is het te lomp, denk ik. 3 miljoen, dat komt gewoon omdat er maar eentje op de markt is. The fuck, hey. The fuck. Hij is net wel heel gestoord. Thanks Lorenzo, jongen. Heerlijk, man. PS5. Ja, potje vind ik altijd moeilijk om te beloven, om dat snel te doen. Maar dat, ik zou het je willen beloven, maar sowieso heel nice dat je hem hebt, man. Maar wie weet dat het, ik denk dat het sowieso over een tijdje wel lukt. Oh, jongens, van donaties. Dienstassen, dankjewel, Boyd. Hoe gaat het met Carola? Carola komt morgen terug. Check Moments Pushkas is, zegt Rick. Goedenavond, zegt Tim Sloot. Nog even genieten. 8-2 gaat hij. Ilias, dankjewel. Beloof me dat je het weekend goed gaat doen. Ik doe mijn best. Quick Games, dankjewel. Colin, wat vind je van Flashback? Objective kaart nog niet gezien. SO naar jou en Kalen, absoluut. Route to Glory. Koop de Bruin is weer op spits. Iedereen tevreden. En kijk Goretzka nou, zegt. Kijk Goretzka, bro. Samen met Kimmich en Sheesh. Sheesh. Ik zit op pagina 533. Ja, moet je nagaan. Moet je nagaan. Is dit allemaal van nu? Nee, kijk, dit is wel van een aantal... dit is van meerdere weken terug. 14,5. Ja, dit is wel... Waar zitten we nu? Oh, waar zit ik nu? 10 per pagina. Oh, dit is allemaal nu... Oh, dit is allemaal nu net ingeleverd nog. Why, yo. Kijk, dit team even, kontje. Nee, wat komen mensen lekker bij Moments Okocha? Is dit niet gewoon het hardste dat we kunnen maken? Het lijkt volgens mij ook nog eens echt heel erg op wat Tom had gemaakt. Even kijken, wat had hij nou? Ook met Trent Alexander-Arnold. Hij had met De Bruyne. En met Cancelo. Ja, dit. Ik denk dat dit wel echt een goed team is. Doe nou niet weer een SBC. Maar we kunnen, ik denk wel dat ik oprecht. Dat ik oprecht een heel eind kom. Oh, dit schiet niet op. Nog even. Ineens kom ik niet meer op andere pagina's of zo. Wat de hel is dit? Hier, net zag ik hier nog pagina 1 van zoveel. Dat is matig. Het zal wel aan mij liggen, maar... Oh! Het is zo net niet, teampje, zeggen jullie. Oké, wacht. Het is moeilijk, jongens. Ik ga de chat even in de gaten houden. Son, Eschen en Ronaldo. Ik vind het wel een goed idee, hoor. We spelen 4-3-1-2 sowieso. En Eschen dan als achterste, weet je wel. Eschen gaat dan als punt naar achter.
Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het goed is, oprecht. Ik denk dat ik daar blij van word. We gaan eerst even Varaan nog te koop aanbieden. Kijk, dit is allemaal verkocht. Geweldig. Dit stond er nog. En hebben we deze man nog. Ik ga Vasquez toch niet CDM zetten. Goretzka is te duur, jongens. Dat past niet. Sonny lijkt me wel echt gruwelijk. Echt. Even kijken. Varaan. Kost 2,7. Hij is toch een klein beetje gedaald. Nou ja, dat is wat het is. Kijken. Er zijn er ook niet heel veel te koop, volgens mij. 2,710. Oké. Okay. Die mensen die hem dan voor precies 1 miljoen te veel erop zetten. Dat zijn zulke schoften, jongen. Nou, vooruit. Ik zet hem gewoon voor 2 punt. Zo, prima. Ik vind hem helemaal mooi. Hij was gisteren nog iets duurder, maar goed, dat zul je altijd zien. Ja, want dan hebben we geld. Dat is lekker. Ik zie hem zo vaak voorbij komen oprecht. Het is te ziek. Ik ga nog één keer naar die site. Ik wil nog een paar teams voor jullie zien zomaar. Ik zie echt in heel veel teams die Moments en Shen. Volgens mij is dat gewoon ook echt een speler die jullie graag zien. Wat is dit? Ik kan ineens niet meer. Dat is echt heel gaar. Nu wel. Oké, dit scheelt wel. Nu kan ik best wel veel zien. Ik ga nog een paar teams checken. En dan gaan we die Shen doen. Kijk, hier zegt iemand Son. Dat vind ik een leuk idee. Hij heeft Son, maar dan met Torres. En verder ook een goed team. Torres heb ik ook veel in de chat gezien. Ja, kan ook grappig zijn. Maar dit is wel wat aanvallender eigenlijk. Ah joh, maar die SBC gaat dus niet veel kosten. Ik heb echt wel veel lijpe dingen die ik nu gewoon in ga leveren. Frenkie past niet goed in ons team helaas. Is Shen standaard? Niemand wil Shen zien. We willen Frenkie zien. Ja, maar ja. Frenkie, Alba, Cruijff, Fati. Ja, wacht nog even, Kelvin. Ik zit even te kijken nog. Oi, 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 oi. Team Frenkie en Suarez. De team zit goed in elkaar. Dankjewel, Lars Strijker, sowieso. Maar ik vrees dat ik hier... Ik wilde eigenlijk wel echt weer met Ronaldo spelen. Hij heeft het wel mooi gedaan. Dit team zit ook echt goed in elkaar. Sowieso credits daarvoor. Alba staat wel echt op hele gare chemistry. Dat is wel echt matig. Goeie jongen. Met Pogba en Mbappé. Aouar ga ik niet meer doen. Toch bedankt. Ook weer Eshen en Eto'o. Lucas. Oh, echt Damien? Oh, wat chill. Jullie zijn wel verdeeld, jongens, met z'n allen. Maar ik heb die Eshen echt heel vaak heel veel voorbij zien komen. Team voor de enige echte strijder, Koen. Met Vardy en Kane. Thanks, man, maar dat wordt hem niet. De Bruyne is ook wel lijp. Ronaldo in vorm. Bamba. Bamba kan echt niet. Maar thanks, Tom, jongen. Nieuwe oplossing. El Shaarawy basis. Moments Kaka. Leuke kaart. Zit ook mooi in elkaar dit team, hoor. Wel echt credits aan Martijn Reijersen. Hij heeft echt zijn best gedaan. Dit team zit echt gruwelijk in elkaar. Moet ik hem echt nageven. Ferdinand. Eshen is pure middelmaat. Moet je echt niet aan beginnen. Ja, vind je dat echt? Passie.
Moments Dalglish. Kijk hoe vaak je die SGN ziet. Dat is echt niet normaal, hoor. Deze is Elite 1 guaranteed. Gooi je team lekker op de schop. Dat is altijd een goed idee. Easy Elite. Moments Stoichkov weer terug. Renato, Bruno. Bruno Perez op linksback. Dat is pijnlijk. Ook weer KK. Mount nog een kans. Ik merk toch dat er een beetje een tweedeling is in de chat, jongens. Laten we eventjes een polletje doen op mijn Instagram. Laten we dat even doen. Ga even naar mijn Instagram story. Ik ga nu een poll starten. Dan gaan we gewoon even 2 minuten kijken. Ja, ik merk dat het of helemaal fan of helemaal ruk is. Ik doe gewoon een poll. Met ja en nee. Stem even. Dan gaan we. Het is nu 48. Gaan we om 51 even kijken wat het is geworden. Instagram, @konweiland gewoon. Stem even ja of nee. Want dit is gewoon te moeilijk. Som lijkt me echt gruwelijk. Thanks Rudy FR Werkman. Wat een beest ben jij. Thanks voor je lidmaatschap. En ik zie ook nog donaties van. Jongens, jullie doneren als een gek. Nou, John Gerius. Kun je mijn team even checken? Nou, John Gerius. Kan ik dat zien? Volgens mij wel. Hier, nou John Gerius. Kijk, is wel leuk. Je hebt hier een team. Ook weer met Eschen. En met Varaan. 3,5 miljoen. Ja, maar ik heb maar 4 miljoen als we Varaan verkopen. Hè? Dus dit wordt al heel lastig, vrees ik. Ja, jij ging ervan uit dat ik 4 miljoen had en Varaan nog. Dat is helaas niet het geval, Nout. Maar thanks sowieso voor je ingestuurde teams. Timo zegt, hey Koen, wie wil je graag in het Eredivisie Team of the Season zien? En je bent een topper, geniet van elke stream vol positieve vibes. Positieve vibes. Thanks, man. Eredivisie Team of the Season? Door Jan Malen, Davy Klaassen, Berghuis, Openda, Bazour. Kom maar even met wat namen, jongens. Odin George, zegt Colin de Jonge. Luke Stone, BA doet een superchat. SBC, SGN, doen van al je ongebruikte tradables. Precies. Finn, kan geen screen sturen, dus bij deze. Hart, Trent, Ruben Diaz, Wan-Bissaka, Shaw, Bruno, Lorjan, Suarez, Sala, Renato, Carrasco. Nou, niet gek. Team is er ook weer. Team, ik heb je via Insta en DM gestuurd. Ja, poeh. Ook dat nog weer erbij. Pasky maakt gebruik van zijn wasmachine. De wasmachine van Pasky is aangesloten op een spanning van 230 volt. De stroomsterkte door de wasmachine is 10 ampère. Bereken het vermogen van Pasky's wasmachine. Zieke delay. Mathis Timmerman, we hebben een paar teampjes gemaakt en Son komt erin. Kun je eerst naar kijken? Gaan we ook even op Mathis. Oh, Timmerman. Oh. Kylie Lisa Pali. Ook met Torres Ansu Fati. Anthony. Gravenberg. Ja. Patrick de Vringer. Hart Trent. Wan-Bissaka Walker. Roberto Carlos. Renato Neymar. Sala. Bruno Kaka. Ronaldo. Poh, mijn teams. Is onze Varaan al verkocht? Mag toch leiden van wel? Ja, die is verkocht. We hebben ruim 4 miljoen. Ruim 4 miljoen. Voor degene die zeggen dat het lang duurt, jullie hebben helemaal gelijk. Oh, dat zien jullie niet natuurlijk. Jullie hebben helemaal gelijk. Maar ja, dit is gewoon altijd even een dingetje. De kans dat Carrasco de basis gaat halen is denk ik niet zo groot. De kans dat dit gaat gebeuren is vrij groot. In dat geval zouden we dus gewoon toch hier een icon nodig moeten hebben. Of hier gewoon Trent Alexander-Arnold. Op zich is Trent niet zo'n slecht idee, toch jongens? Alleen, ja, dan heb je twee van die. Ik denk, ja, Trent en Tavernier, dat wordt een beetje gaar. Dus eigenlijk is het gewoon zo. Misschien toch die Reece James ook weer terughalen. Is dat geen optie? Misschien een beetje cheap. Dat ik dan weinig uitgeef aan de defensie, maar dan staat het wel gewoon als een huis. Heb je Sala hier op chemistry in principe? Als je dit zo doet. Ja, niet helemaal. Hè. Hebben we Trent Alexander-Arnold gewoon nodig? Cancelo erbij. Oh ja, dat was ook nog een optie. Hier Cancelo.
Inform Walker. Die is, ja, is hij nog goed genoeg ook? Heeft Salah eigenlijk alleen ook nog één dingetje nodig? Dit is dus precies 2 miljoen bij elkaar. Nog niet eens. Reach is geen SBC. Ja, Erik, ik zag je ding, man. Tobias, die zegt, mijn vriendin wil seks, maar ik wil je stream kijken. Wat moet ik doen, Koen? Nou, ik zou zeggen, ga je gang, joh. Als je over een half uurtje terugkomt, dan heb je best of both worlds, joh. Ik zou zeggen, pak even je tijd, joh. For George heet het team van Walter. Walter Korteweg. Die gebruikt wel Frenkie en Coutinho. Met Neymar, Bruno. Hard team, hoor. Hard team. Salah kan ik niet verkopen, helaas. Frenkie is een must. Is die Lacroix zo goed dan? Wat hoor ik daar toch veel mensen over? Lacroix. 90 pace centerback. Goeie genade, zeg. Die staat niet eens op de markt. Of is het een soort doelstelling of zo? Nee, toch? Oké, jongens. De poll is voorbij. Tenminste, de tijd van de poll is verstreken. En dan weten we of we wel of geen Eschen gaan doen. Ik ben heel benieuwd. 61% zegt ja. Oké, nou dan laat ik Damien invliegen. Want dan mag hij de SBC gaan doen. Even kijken. 61%, dat is wel echt overduidelijk. Dan is dat ook alweer een positie helder. Dat scheelt. Dan wordt dit een Eschen. Die gaan we dan voor zo min mogelijk geld doen. Jongens, ik denk dat we er geen spijt van gaan krijgen. Oh, dit is echt een speler voor mij. Dit is echt een speler voor mij. Spelen naar mijn hart. Sonny. Hier komt Chris. Misschien dat we zelfs een informtje kunnen redden. Misschien hebben we dit zelfs wel redden, weet je wel. Ik gooi even die shareplay aan voor Damien. En dan moeten we het alleen nog... We moeten het een klein beetje nog fine-tunen, maar we komen er wel. Dit wordt echt een heel dik team. Dit moet goed komen. Voor de 4-3-1-2 wordt dit fantastisch. Tom Lallemand heeft ook een team met Mid Gullit. Maar Gullit is wel echt knijterduur ook, jongen. Dan kun je echt helemaal niks verder. Dan kan ik geen goede aanvallen meer halen. Douglas Costa weet ik niet. Hendrik Jan Reininga, dankjewel voor je donatie, man. Loan SBC. Hoeveel potten heb je als je hem als loan SBC doet dan? Zal ik eens kijken? Icon. Eschen, waar ben je, jochie? Eschen leen 5 potjes maar. Ja, dan moeten we straks weer aan de bak. Ik weet hoe goed die is, want we hebben die Prime Eschen bij de veteranen gehad. En die is echt top, dus ik weet dat die goed is. En jullie zeggen 61%, jongens, ik luister gewoon naar jullie. 61% overduidelijk. Kijk eens, het is top. Die Damien, jongens. De SBC King. Ik neem het wel aan een spraakchat. Oké, dat is mooi. Dan moet ik volgens mij hierheen. Oh shit. Klopt. Oh wacht. Klopt, ik heb hem nu weer uit. Jullie zijn ook te horen, hoor. Oh, dit is Kelvin. Kelvin, jongens, zet dat ding eens uit, man. Kelvin heeft niet door dat hij ook te horen is. Lopen ze mij een beetje belachelijk te maken hier. Delen scherm? Nee, dat is niet goed trouwens. Ik moet SharePlay hebben. SharePlay starten. Wat? Oh, die passen. Tieme, ik ga jouw DM checken, jongen. Dankjewel. Jezus, jongens, wat een chat. Die is toch niet meer te volgen. Bijna 5000 kijkers. Welkom allemaal, dat is ook leuk. Doe hem nou. Ja, ik geef Damien mijn ding. Hier. Uitgenodigd voor SharePlay sessie. Top. Als het goed is, komt hij er dan zo in. En dan kan hij lekker die Eschen voor ons voltooien. Dat is een beest. Ruben Diaz. Oké, Damien zit erin. Ja, kijk eens.
Oké, okay, dan kunnen we nog even rustig nadenken en even rustig kijken naar wat teams. Dit is perfect. Teamen, die heeft mij een ding gestuurd. Teamen Gender. Oei, 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 jongens. Wat een verschillende multimediale communicatiemethodes. Ja, dat klinkt heel driedubbel op wat ik ook zeg, maar... Teamen, jongen, waar is je ding ook alweer? Jezus, wat een... Niet te passeren, hoge pace voor een CDM. Thanks, Jacco, jongen. Teamen. Waar is je ding dan? Stanny. Ook een mooi team. Die De Bruyne is ook wel populair. Die zie ik ook wel vaak voorbij komen in de teams. Thanks voor al jullie teams, jongens. Serieus. Ik heb er echt 600 via de site gehad. Ik heb er op Instagram veel gehad. Dit is ook een mooi team wat ik hier heb gekregen. Maar die is ook iets te duur. Met Cruyff, Frenkie, Alba, Ronaldo. Dat is al 5 miljoen bij elkaar. Dat ga ik dus helaas net niet halen. Thanks, Vince. Ik kan teamen niet vinden. Teamen Gender. Ik hoor nog steeds iemand door die controle. Ik weet alleen niet wie het is. Route Matis. Ja, dat is een trouwe kijker. Ik check jouw ding. Ben hier opnieuw. Ik ben aan het kijken. Koop De Bruyne team of the year. Want dat linkt hij met Carrasco, Frenkie en Salah. Dat is wel mooi aan De Bruyne, ja. Maar in dit team wat jij hier hebt, hebben we dus echt 4 middenvelders. Dat is net even too much. Als we Frenkie halen, dan moet Bruno eigenlijk weg. Kan wel. Dat kan wel. Kijk, vorige week heeft Bruno ons al Elite 1 bezorgd. Kijk, Bruno is wel weer echt serieus geld natuurlijk. En Frenkie is goedkoper. Bruno Team of the Year die ik heb, kost nog 2,9. Oeh, ik vrees wel dat ik daar verlies op maak, maar goed, dat is altijd zo. Dan heb ik hem voor meer dan 3 gekocht. Ik weet niet of Frenkie net zo goed is. Als ik die eens even vergelijk. Hij kan natuurlijk niet zo goed schieten als Bruno, maar Bruno speelt bepaalde delen van de wedstrijd sowieso. Misschien is het wel beter om Frenkie te halen in plaats van Bruno nu, omdat ik met Salah, Ronaldo en Son straks sowieso al 3 aanvallers heb voor de 4-3-1-2. Dus misschien moeten we wel gewoon Frenkie erbij halen. Dan heb je middenveld, Eschen, Renato, Frenkie. En dan hebben we meer geld voor de rest. Zullen we dat doen? Jullie willen wel heel graag Frenkie namelijk. Dat team van mij kan ook met Eschen in plaats van De Bruyne, zegt Stan. Kijk mijn team op je site bij mijn naam, Joël de Groot. Ja, wat een zieke manier voor jullie om mij hier te laten weten dat ik jouw team moet nemen. Joël, oh, no matching records found. Dat is raar. Als ik groot doe, dan krijg je Jack van Gelder. Jack van Gelder, dames en heren. Of Voor de Grootste Strijder is ook een team. Met Chiesa. Ik zie De Bruyne wel echt ook vaak, moet ik zeggen. Jack van Gelder, dames en heren. Met Moment Cantona. Ook een gruwelijk team. Bruno is veel beter dan Frenkie. Je hebt ze beide nu, zegt Wout Renders. Ik ga ze even vergelijken, die stats. Eventjes een hartje in de chat voor Damien, jongens. Voor de SBC-koning. Je kunt hem ook volgen op YouTube. DutchDH. Hij is de SBC-king van Nederland. Ik ken niemand die ze zo goed en snel kan als hij. Frenkie kan pairen met Bruno. Even zien. Total stats, ja. In-game stats. Prima. Frenkie is iets sneller. Bruno heeft betere shooting. Passing van Bruno is wel heel lijp, hoor. Hoe dan? Dribbling is ook... Nou, die Bruno is wel buitenaard zo, jongens. Verdedigend is Frenkie weer wat beter. Veel beter zelfs. Holy shit, zeg. 90 strength ook, die Frenkie. Ja, oké. Okay. Ja, als we Eschen niet zouden doen, dan was dat logisch geweest. Maar we hebben nu met Eschen en Renato ook al 2 man die defensief sterk zijn. Nee, dan laten we denk ik toch Bruno er wel in. Het kost wat meer geld, maar... Jema, jongen, wat is die drol nou weer? Jema. Oh, je was tegen Eschen, dat was het natuurlijk. Frenkie's shirtje hangt achter je. Ja, dat is wel waar. Ja, Damien, je mag het inleveren hoor. No worries.
Ram er maar in. Johan Venlet. J.V.073. Ik ga hem checken, ja? Oh, Tieme Jan is die van jou, Tieme. Jongen, jongen. Wat een chaos, jongens. Tieme Jan. Mount kan er nog steeds staan. Jij gebruikt ook Bruno Frenkie als je. Renato eruit, dat kan ook. Dat maakt het op zich qua chemistry wel weer wat makkelijker. Maar dan moet je wel weer een extra spot opvullen. Ja, dat is op zich niet zo'n heel gek idee, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat Tieme inderdaad wel echt iets heel goed stuurt. Ik vind dat Tieme wel iets heel goed stuurt. Alleen, Sonny. Ik wil inderdaad Sonny eigenlijk gewoon gebruiken. Ik wil ook heel veel, hè. 4-3-3 gebruikt hij gewoon. Oké, ik ga even een team voor jullie bouwen. Dan moeten jullie even laten weten wat je ervan vindt. Dan ga ik even kijken of ik dit zeg maar bij elkaar kan krijgen. Alba. Frenkie. Ik ga hem een beetje baseren op wat Tieme heeft gestuurd, maar dan toch iets anders. Oh wacht, Alba heb ik niet. Son ook niet. Cancelo ook niet trouwens. Shaw. Die heb ik. Wan-Bissaka. Die heb ik. Hart. Die heb ik. Bruno. Heb ik. Sham Moments. Die hebben we straks ook. Carrasco staat dus in de basis in dit team. Dus dan hebben we geen Ronaldo. Nee. En Ronaldo vind ik juist zo lui. Wat het kleuterige is. Dus dat je dan op een gegeven moment een team hebt. Dit zouden we wel precies kunnen halen. Is dit goed genoeg? Is dit alles? Wat er is. Is dit goed genoeg? Dit kan ik wel halen, ja. Ik heb hier een team. Ik ga hem jullie heel veel laten zien. Daar komt ie. Kijken. Terwijl Damien echt allemaal lijpe playerpicks inlevert hier zo. Maar goed. Kijk, dit team. Kunnen we precies maken. Terwijl er nog een donatie binnenkomt van Jesper Schelstraten. Dankjewel. Randall Gaming, dankjewel. 0235. Even een poll voor Bruno of Frenkie. Ja, kan wel, hè. Jesper Schelstraten heeft ook een team gestuurd. Oh jongens, wat denken jullie allemaal mee met z'n allen? Echt dankjewel daarvoor. Het is wel, ik vind het wel het leukste wat er is. Joel de Groot, inderdaad. Die moest ik eigenlijk nog checken. Hendrik Jan Reininga, dankjewel. Damien had een team gestuurd met Armando. Ook nice. Team heb ik inderdaad gecheckt. Danny BPM. Ja, dat wist ik inderdaad. Walter had ik. Tobias, Tom Lallemand. Ja, verder ben ik bij volgens mij. Jasper van Vliet. Ik heb je hoog zitten, maar je kan echt niet. Good luck dit weekend. Dankjewel Jasper. Julian. Ook een team ingestuurd. Ja, dit mag je allemaal inleveren Damien. Doe je ding. Nou, had ik niet een Mané in mijn club. Ik heb alweer ingeleverd natuurlijk. Maar dit team jongens. Dit team is best gruwelijk toch? Wat zeggen jullie van dit team? Het enige is dus dat we nog geen Ronaldo hebben. Carrasco niet goed genoeg. Veel mensen zeggen wel. Dit haal ik wel qua geld hoor. Dit gaan we wel halen. Dit gaan we wel halen. Alba, Frenkie, Son en Cancelo. Kijk, 3,9 miljoen staat er. Dat heb ik wel. Dan heb je dus alleen geen Renato en geen Cristiano Ronaldo. Ik speel 4-3-1-2 in game. Met dan dus Eschen, punt erachter, Frenkie en Bruno ernaast. Dan komt Son op 10 en dan Carrasco, Sala, spits. Ja, Carrasco is eigenlijk net niet goed genoeg. Maar goed, voor een helftje. Ja, en geen 50 skill inderdaad. I know. Oh, sick. Nice, Thijs Steenbeek. Klasse. Dit team heeft geen echte killer. Nou, Salah is wel een killer, maar inderdaad, je moet
Ja, Son is ook een killer, dat weet ik zeker. Greedy, Pancake, oude geit, hoe is het? Valt Son tegen? Oh, ik vind dit team wel heel hard. Alleen, ik wil het liefst inderdaad Ronaldo er nog bij hebben. Als ik dan dit doe... Jullie zien dit, hè? Ja, dat zien jullie. Dan heb je Ronaldo op mindere chemistry. Shaw. Frenkie. Son en Salah. Ja, dat is te veel, hè? Dit is net te veel. Of kun je dit op een andere, met een andere formatie beter neerzetten, jongens? Denk het niet, hè? Nee. Vrees van niet. Dan is dit misschien beter. Dat scheelt wel weer. Ja, Wan-Bissaka. Ja, die staan gewoon op... Wat is het? Die zijn wel tevreden. Fut booster, oh ja. 4-5-1 voor deze? Met deze namen? Kijk hoor. Denk het niet hoor, want je hebt Frenkie voor met Alba, zeg maar. Dus dat... Nee. Son weg voor Messi. Messi! Mijn kat die gooit een dingetje. Ik moet even dat ding gooien. Ah! Jongens, jongens, wat een lastig parket zit erin. George, waar ben je? Ik hoor je wel. Oh. Nee, 4-5-1 is niet chill. 4-3-3 variant, dan linkt Salah met Cancelo. Fullback, centerback. Ja, dat is wel wat er in deze game tegenwoordig gebeurt. 4-3-3-2, 4-3-3. Kijk maar. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Nee, dat maakt het niet veel beter. Helaas. Dat maakt het niet veel beter. Ja, die Frenkie en Alba is moeilijk. Ik moet gewoon die Carrasco gebruiken. Dat is wel echt super zuur. Ja, mag je ook inleveren, Damien, nu ding. 4-5-1, Frenkie als linkshalf. Oh ja, dat kan ook nog. Maar dan heb je Son. Son naar een Schenze plek en Messi linkshalf. Ja, dat kan wel, ja, wat jullie zeggen. Hoe pijnlijk is dat voor de chemistry van die spelers ook alweer? Dit is inderdaad nog de beste optie eigenlijk, hè? Ja, mag je erin gooien, Damien. Ik heb er inderdaad 2 untradable van Carrasco. Ja, lastig, man. Ook als je nog Ronaldo wil. Ja, dat is waar. Oh ja, dan kan hij wel. 84 chemistry. Met een coach natuurlijk nog. Dat kan ik denk ik precies betalen, toch? Ja, Damien is natuurlijk wel wat geld aan het uitgeven nu voor die SBC. 3.9 zitten we nog. Ja, wat jullie... Oh, jullie kijken natuurlijk nog live bij naar dit scherm. Oh ja. We kunnen dit wel doen. Tom grote dorst. Kom ik stuurloos over? Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ik ervaar het zelf ook zo, ja. Is ook moeilijk hoor.
Qua spelers vind ik dit echt te gruwelijk. Dat kan ook nog bijna. Nee, dat werkt ook niet, hè. Klopt, ik heb 3 mid-mids, maar dat is goed. Dat is goed. 4-2-2-2. Zeg jullie ook nog. Dat is ook nog een optie. Maar heb je Salah en Son die niet tevreden zijn, verwacht ik. Hoe ga je dat dan doen? De. Had ik Carola gedoneerd? Wie de fuck is dat nou weer? Ik heb die assie die je vandaag gehaald had bij boerenjongens. Of wat is boerenjongens? Was het binnenste voor je gedraaid. Hij ligt in de woonkamer. Vergeet je tussen je potten door geen drinkje te nemen. What the fuck. Credits voor de originaliteit. Matis is het team met Ronaldo en Son gemaakt. Ja, dat fun booster. Is dat zo handig? Is het een site? Ik hoor daar veel mensen over, ja. Footbooster.com. En George, wat moet je nou? Elevate your FIFA team. Oké. Skip tutorial. Dat doen we niet aan als Nederlanders. Jesus. Holy shit. Son. Oh god. Oh, wat een gezeik. Nee, dat hoeft niet. Oh. 4-2-4, ja? Ja, is dat niet? Qua chemistry gewoon hetzelfde als 4-4-2 eigenlijk. Hier gaan we niet uitkomen, man. Gaat hier nooit uitkomen. Die Frenkie. Laat zien wat Damien doet. Ja, beter. Oi. Skip Frenkie. Ja, bijna iedereen wilde dat we Frenkie gingen doen. Iedereen schreeuwt om Frenkie. In de ploeg. Rashford. Die is ook zo duur, hè? Moeten we toch Barnes nog gebruiken? Barnes kan wel de missing link zijn natuurlijk. Op het gebied van chemistry. Die Barnes, jongen. Wordt er toch weer de legend Barnes van stal gehaald. Maar dan wordt het alleen geen Frenkie. We hebben wel veel geld. En dan wordt het ook geen Alba. Zien jullie dit? Nee, dat zien jullie niet. Ja, misschien moeten we dit maar gewoon doen. Wat ik hier op mijn scherm zie. Deze heb ik. Dan hoeven we ook echt alleen te betalen voor... Ja, dit wordt nog goedkoop zo. Dan kunnen we nog een hele leuke versie van Ronaldo neerzetten ook. Dan hoef ik ook alleen Cancelo, Son en... Ja, dit is eigenlijk best. Oeh, ja, 93 in vorm wordt het dan. Misschien moeten we dit gewoon doen, jongens. Ik heb een team. Gaat Barnes ons er toch doorheen slepen? Wissel Bruno en Shen bij 4-3. Boop, boop, boop.
Renato. Frankie Dino. Ronaldinho. Jongens, Damien is bijna klaar volgens mij. En dan ga ik jullie wat laten zien. Daar komt hij. Het zijn borden. Poh. Check Insta, Amiral, ziek team gestuurd. Ik blijf ze checken. Mattis had ook iets gedaan. Oh, dat is goed, de Mattis natuurlijk. Hè? Of niet? Ja, dat team met de Brian. Daar heb ik geen Ronaldo's. Of ik ook net niks. Man, hier nog een donor omdat ik je een legend vind. Had hij vorige gedoneerd, alleen had niet gezien. Meen je niet? Echt, had je die gemist? Sorry, Jago. Er wordt echt bizar veel gedoneerd. Oh, een Fokke Jokoen. Hidde de Noord stinkt een beetje. Ja, die hidde. Oh, hier, inderdaad, Jago. Sorry, 10 minuten geleden. Even een leuk verhaal van gisteren. Ik kom kapot moe terug van werk. Dus ik met moeite 15 minuten fietsen naar de snackbar. Onderweg terug naar huis, ben bijna thuis. Laat ik alles flikkeren. Nee, joh. Ja, dat zijn zure dingen, jongen. Dat is heel gaar. Thanks voor je donaties, jongen. Ronaldo en Son, ja, dat willen we toch. Ronaldo en Son is toch te gruwelijk. Son is veel minder goed dan vorig jaar. Zou ik eerder een Rashford doen? It's a perfect link. Play the clip. Danny Aarons. Ja, dat is een beest, hè. Heb een team met Ronaldo en Son gemaakt, zegt Mathis inderdaad. Jordi, kijk op Insta, heb een team met die spelers. 100 cam. Oké, ben heel benieuwd. Heel benieuwd. 100 cam. Met welke spelers? Ja, nee, dat snap ik. Die hadden wij net ook. Alleen dan heb je dus geen Ronaldo, maar Carrasco. Die kan inderdaad. Die kan. Maar ik denk dat ik wel weet wat we moeten gaan doen. Als ik eerlijk ben. To be honest. Jago, ja, thanks jongen voor nog een donatie. Arjan had ook nog een team. Even kijken, Amiral had een team. Het is bizar jongens, ik vraag jullie een keer om een team in te sturen. 600 via de site al, dat was ik echt al te lijp. Amiral. Ik zie haar niet. Huh? Ik kan jouw ding niet vinden man. Team gestuurd. Naam Randell Gaming. Is interessant. Ja? Interessant teampje. Randell Gaming. Ik zie inderdaad een team. Met Freeze Mane. En Kimmich. Baku en Babu. Hij is ook een mooi teampje, zeker. Mis je voorin ook wel wat stootkracht, man. Wat is die Damien aan het wikkelen, zeg. Wat een beest. Oh ja, j.v.073. Zie ik, ben gewoon al een uur live, volgens mij. En het team nog steeds totaal niet compleet. Michael Visser, dankjewel jongen. TTV Gizmo. Hey, kijk eens, Eschen is binnen. Jongens, nogmaals, even een hartje in de chat voor Damien. Volg die man even op YouTube. Dutch DH. Precies, greedy.
Oh, die Damien is echt een beest hoor. Hij heeft echt een kwartiertje geflikt weer. Dutch TH, ik... knal zijn link eventjes in de chat. Gaat goed hoor. Meer dan 5000 abonnees al. Wat een beest. Hoppatee. Niet spammen. Thanks jongen. MVP. Poch. Ik ben al kapot voordat we beginnen man. Hier is hij. De Ghanese. Eigenlijk moeten we gewoon partyen. Party met Carrasco. Die linkt met Hashem. Oké, we hebben 3,8 miljoen nog. Oké, wat ik dus heb bedacht. Hé, waarom komt hij er niet automatisch in? Oh. Op een of andere manier dacht ik dat hij er gelijk zou komen. Hashem. Pats. Ik heb een team gebouwd. Met daarbij hier Cancelo, hier Tavernier, hier Son. Die staat dan als, ja, of Son of Salah staat dan alleen even op mindere chemistry. Die positie kunnen we natuurlijk allemaal gewoon nog veranderen. Is Cancelo goed genoeg voor centerback? Hij mist wel kracht, hè, eigenlijk. Of moet dan Tavernier zelfs nog centraal achterin? Dat kan ook nog. Die is misschien nog wel beter zelfs centraal. Ja, dit is het team eigenlijk. En dit kunnen we ook nog eens halen qua geld. Dit redden we. Want Son, Ronaldo en Cancelo kosten bij elkaar 3,7. En ik heb 3,8 zoveel. Zullen we dit gewoon doen? Rashford is nog wel flink duurder volgens mij, Sukkie. Rashford is... ja, die kost nog meer dan 3 miljoen, joh. Dat is super duur. Cancelo is een beest op centerback. Reece James nog halen, dat zou misschien kunnen. Shaw kan inderdaad centraal, alleen dan hebben we geen linkspoot op linksback. Dit is toch goed? Of dan hier Reece James inderdaad, dat kan ook nog. Is Reece James veel beter dan Cancelo centraal? Want Reece James heeft voor kracht 88 kracht. Ja, is misschien wel beter, maar... ik wil hem op zich wel de kans geven. Ik denk dat Tavernier prima is eigenlijk. Kijk dan man, die stats van die Tavernier. Ik ga gewoon Tavernier centraal zetten, het boeit me niet. Ik denk dat ik gewoon dit doe. Ik luister hier even naar mezelf. Wow, 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 wat een chat. Bizar, oh, 5300 kijkers ook. Wel weinig 50 skills. Ja, alleen Ronaldo is genoeg. Dat is serieus genoeg. Dat hebben we vorige week ook gehad. Prime Zambrotta eventueel. Ja, die hebben we ook al op de veteranen. Ik ben niet zo heel erg fan van die Prime Zambrotta. Die moments is wel goed, denk ik. Ik denk dat ik gewoon... Michael, bij deze inderdaad. Je bent er altijd mijn best. Gerson is vandaag jarig. Thanks voor je donatie. Tim de Groot. Poeh. Oswald. Ja man, dat ga ik nog wel doen volgende week. Die icon swaps. Sonaldo in een teampie. Naam is Batista. Ja, thanks jongens. Ik denk dat we er inmiddels uit zijn. Echt, ik heb heel veel van jullie teams gecheckt. Mede daardoor en door de poll op Instagram hebben we die HM moments gekocht. Jij hebt eigenlijk ook dezelfde namen gebruikt als ik. Je hebt ze iets anders neergezet. Waarmee je Salah en... bij jou staan wel Salah, Son en Renato of chemistry. En bij mij... ja, bijna net zoveel space. Ik denk dat ik dit gewoon met elkaar heb. Jongens hebben ook lang genoeg gewacht. Walker in vorm, anders geen full cam. Ja, maar Walker in vorm is... die mist ook... wat mist die ook alweer? Die mist toch ook wel iets aan kwaliteitjes. Hij blijft goed natuurlijk, daar niet van. 95 staat de tackle, 79 strength. Ik ga het gewoon zo doen, man. Ik ga Tavernier gewoon gebruiken. Ik vind het best. Team of the season. Son, ben ik heel benieuwd naar. We gaan wel merken hoe goed hij is. Sony. Kost 1,5? Oh dan. Zieke snipe. Oké. Okay. Oeh, dan gaan we het... ja, die 3 net gewoon, dat kan ik volgens mij wel halen. Cancelo. Even kijken of de chat nog niet gek wordt. Team of the year Trent.
Oh, jullie zijn hier echt mee aan het bemoeien nu. Ja, oh ja, dat is natuurlijk voor de... Ja, dat is waar. Die verbeterde passing. Oké. Maar dan moet ik alleen even weten of ik het ga halen. Want het is inderdaad beter voor de chemistry van Salah. Oké. Jullie hebben wel een punt. Ik moet alleen even weten... Ik word spontaan boos als ik die Tavernier weer zie opduiken in de team. Wat dan? Tavernier is een beest, man. Trent kost 6 ton. Oef. Dat gaat dan ineens hard. Ja, die Son was natuurlijk weer rete duur. Gadver. Die Son, jongens. Rip uit mijn lijf, schat. Oh, nou, dan pakken we hier toch nog eventjes een Bundesliga team van de season uit. Oh, shit. Want dan kan ik denk ik geen... Ah, dan kan ik geen 93 Ronaldo kopen. Oh, jawel. 93 kost maar... Huh? Oh, die kost 1,2. Oh, dat redden we wel. Oh, chill. Alleen 94 redden we niet, maar dat wisten we al. Oké, doen we gewoon Trent plus 93 Ronaldo. Goed idee. Doen we dat gewoon, toch? Trent. Oké. Is goed. Speel Eschen centerback en Trent op het middenveld. Ja, Frenkie hebben we echt heel lang naar gekeken, maar dat ging hem gewoon echt niet worden. Team of the year. Verwissel Eschen met Bruno en wissel dan Eschen met Renato. Let me check. Tak. Wissel Eschen met Bruno, ja. En dan Eschen met Renato. Ja, dat maakt dus eigenlijk helemaal geen fluit uit. Althans. Wel? Waarom maakt het uit? Ben ik nou gek? Ja, voor Son. Ja. Hè, maar... Oké. Precies, voor Son. Logisch, maar... Oh ja, maar nu is Tavernier hier weer niet blij. Hier, precies. Tfoe. Oké. Nicky, jongen, hoe is het? Hoe is het? Je kan Frenkie als je Kane koopt in plaats van Chris. Ja, natuurlijk, Zico. Maar je moet toch ook elke week even een beetje leuke spelers testen en halen. Dat hoort er een beetje bij. Wie gaat er niet mee van deze mannen? Ik gebruik Neres eigenlijk nooit. Terwijl hij eigenlijk wel betere stats heeft dan Robben. Robben, het spijt me, jongen. Voor het eerst in tijden blijf je thuis. Of moet Mount mee? Even kijken. Ik heb eigenlijk geen... Dan moeten we, ja, Kleibertje. Eigenlijk moet ik Acuna gewoon meenemen voor... Ja, dat is wel beter, denk ik. Barnes ga ik ook niet. Ja. Salah, inderdaad. Gaan we positie nog even veranderen. Komt goed. Och, ik heb honger. Ook dat nog. Ja, 93 Ronaldo. Oké. Ja, komt goed, jongens. Rustig aan. Heel weinig zin om die positie te veranderen. Maar dat kost uiteindelijk minder dan dat. Dus vooruit. Doe dat ook even. Oké. Sonny. Die hebben we. Top. Nou, blij mee. Deze jongens die zijn blij. We hebben een Engelse manager. Die is blij. Is alleen Renato niet zo blij meer. Salah. Perfect. Die is ook blij. Helemaal blij. CM, Renato, Ken, Bruno en Eschen. Want? Oké. Hebben we deze ook nog toevallig? Dan zijn we helemaal klaar. Jongen, echt knijterlang over gedaan. Ik moet even wat eten pakken, anders ben ik helemaal naar de ratten. Goal countertje komt vanaf morgen. Oh, verkeerde. Deze moet uit. Top. Koen, eindig je alsnog bij mijn team, zegt Danny. Is dat zo? En Shen Centraal is een beest. Yo, Koen, je hebt mijn vorige doen al denk ik gemist. Ik heb nog even checken. Zegt Cracker met hummus.
Wat ben jij goed bezig met je leven de laatste tijd? De krek met hummus-tijden liggen al even achter je. Maar wat waren dat mooie tijden? Die komen er wel weer aan hoor. Ik ben weer op de crackers tegenwoordig. Ik geniet nog steeds van de video's en streams. Maak er een mooie avond van. Ah, dankjewel man. Ja, er is echt gestoord veel gedoneerd. Sorry, ik had het misschien even niet voorgelezen inderdaad. Tim de Groot, Gerson inderdaad, Michael Visser, deel. Indomie is er ook weer. Dat heb ik ook nog niet eens voorgelezen. 6 minuten geleden. Check je DM. Ja, het is niet normaal man. Wat een DM's en ingestuurde teams. Hier de link naar Futbin. Wesley van Ede, dankjewel ook. Coole pet wel, zegt anoniem. Dankjewel man. Futbin, oh wacht. Ook een mooi team. Ja, die lijkt inderdaad wel een beetje wat we nu hebben. Met Frankie er dan weliswaar bij. Ja, zoals jij hem had, was die ook trouwens wel echt heel mooi eigenlijk. En dat lijkt ook wel een beetje op wat we nu hebben, maar... Het is trouwens echt een schitterend team wat jij hebt gemaakt. Alleen nog met Frenkie. Alleen geen Son. Dus inderdaad Frenkie en Carrasco in plaats van Son en Renato. En dan Alba nog. Ja, eigenlijk is dat team misschien toch nog wel beter. Als ik dit team zie, dan denk ik toch weer, die is misschien net iets beter nog. Net iets allrounder. Alleen heb je dan... Nee. Ik speel liever met Son op 10 dan met Carrasco. Spijt me. Son toch vanwege zijn tweebenigheid. En Son hebben we ook niet gebruikt. Nee, dit is prima. Dit is prima. Maar je team was wel... Ja, is echt een goed team wat je hebt ingestuurd, Wesley. Thanks, man. Casey Wijnands. Check je DM. Ja, sorry. Ik kan niet meer echt al die DM's checken. Het is te veel. Vochtig scheetje, dankjewel. Doe Trent en de Sala top, inderdaad. Koen moet Trent halen, inderdaad, dankjewel. Als jij zegt als beest. Mathis, neem een trainer uit Portugal en uit de Premier League. Is goed, ik ga er niet meer over nadenken. Ik kan niet meer nadenken. We gaan hem vervangen. En dan ga ik een paar potten spelen. En dan ben ik waarschijnlijk dood op. Nuno, kijk eens. Is de broer van Mourinho. Ja, dit is geweldig. Alleen Tavernier is dan 6 in plaats van 7. Maakt het wat uit? Nee, het maakt niks uit. Toch, Tavernier is gewoon beest. Oké. We zijn er klaar voor, denk ik. Ik ben echt gebroken, lieverd. Jongens, wat een kijkers, man. Meer dan 5000. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent, als je dat niet hebt gedaan. Dit wordt 4-3-1-2. Son moet op 10, want Sala die moet als rechter spits spelen. Ronaldo in vorm is wel echt gruwelijk. Bruno en Renato moeten het gaan doen. Als passing... Dan denk ik toch liever Bruno met zijn rechterbeen op rechts. En Renato met zijn tweebenigheid op links. Janis FC, dankjewel jongen. Shaw. Tavernier komt hier. Alexander Arnold. Perfect. Perfect. Aanvallend is 4-3-1. Ik heb zo'n honger, dat is niet meer normaal. Dan komt Bruno op 10. Is eigenlijk nog beter misschien. En ik moet zeggen, ik heb de laatste potten allemaal gewonnen. Die laatste 10 op maandagochtend won ik toch met 4-2-3-1. Dus ik denk dat ik misschien deze formatie gewoon ga starten. Engelse manager uit League 1. Ja, toch hè. Dat had ik net, ja. Dat had ik net. Die Roy Hodgson. Jullie zeggen allemaal Eschen centraal, hè? Oh, dat bedoelen jullie. Oh, sorry. Dat bedoelen jullie inderdaad. Mid maken. Of bedoelen jullie wel echt dat ik Eschen in game centraal... achterin moet zetten. Bedoelen jullie dat? Oh, zijn deze zo duur? Gadver, zit er zo in. Nou, geweldig. Ja. Toch die ene gek inderdaad, Roy Hodgson. Waar ben je? Oh, die is Santander. Oké. Ja, en Trent CDM. Wie is beter op CDM? Trent of Tavernier? Die passing van Trent is bizar, hè? Ik denk dat Trent inderdaad wel echt een beest kan zijn. Maar shit. Hij is goed, maar is hij snel genoeg voor centerback? Poeh, hij is wel echt lijp, ja. Ik ga het eerst even zo proberen. En dan gaan we misschien inderdaad later Eschen even verplaatsen. Ga ik nog wat eten pakken, is de vraag. Ik neem even een paar happen kwark, jongens. Ik moet even iets met Mick in, jongens. Blijf 2 minuten hangen, dan gaan we beginnen met spelen.
Oké. Okay. Vamos. Thanks voor iedereen die nog is blijven hangen. We gaan spelen. Lang genoeg gewacht. Shadow and Shen. Ook nog weer. Fit Champions. Oh, wacht. Ik moet één ding nog checken. Sorry, toch. Ja, moet Shen nog Shadow? Ja, misschien wel, ja. Zo'n passing. Ik denk, dit is misschien wel het beste eigenlijk. Speel. Is bij hem nog beter, denk ik. Het zal wel, ja. Bij deze moet eigenlijk Renato links. En dan moet ik even zorgen dat... Ja. Top. Oké. Okay. Dan gaan we dan. Godzidori. Dit heeft even geduurd. Nogmaals, credits naar Damien. Laat het maar zien dan. Ja, inderdaad, ja. Anker op trend. Oh, is goed. Doe ik volgende, ja. Poeh. Oh, die kat. Die gaat weer het keren. Oké. Janis, thanks nog voor je superchat. Wat een donaties, jongens. Echt te lijp. En wat een hulp bij het team. En Shen centerback, Tavernier rechtsback. En Trent CDM 100% zegt Ximi. Ja, echt. Ja, eigenlijk... hebben jullie misschien wel gelijk. Nog een keertje goed naar die stats van Trent kijken ook. Is die beest genoeg voor het middenveld? Ik begin wel gewoon 4-3-1-2. Hier is Sonny. Heel benieuwd naar. Oelala. 88 pace als centerback niet genoeg. Waar gaat dit spel heen? Nou ja. Waarom Son op 10 en niet Salah? Ja, vanwege die tweebenigheid. Ik denk toch dat dat op 10 wel bepalend is. Yo. Ik heb dat liever op 10 dan op een van mijn spitsen, denk ik, die tweebenigheid. Maar het valt te betwisten. Oh ja, ik heb natuurlijk... Ja, dat is even wennen. Tevin hier voor het eerst in mijn leven op centerback, maar... Ik denk dat hij dat wel kan. Het is een beestje hoor, zijn die Tevin hier. Vergis je niet. Luke Shaw. Nou, er valt wat voor te zeggen natuurlijk. Oh, er staat geen muziek meer aan. Die gaat wel weer even aan. Yo. Daar werd Tevin hier even goed aan de kant gezet. Als dat nog één keer gebeurt, dan luister ik gelijk naar jullie. Althans naar de mensen die zeggen... Shen centerback. Oh, die Ronaldo. Dat slaat helemaal nergens op. Oh ja, jullie zien niet hoeveel ik ga. Wacht even. Ja, ik ga 27-3 jongens. We hebben al flink gespeeld. En Salah heeft al 30 goals. Ratten. Ben je nu een rat als je een rechtsback op centerback zet? Ja, dat is helaas toch hoe je die schrale, blinde steekballetjes moet verdedigen, toch? Je hebt gewoon pace nodig daar zo. Ik heb het ook niet bedacht.
Yep. Ah. Ja. Cancelo in plaats van Tavernier of Reece James. Daar hebben we volgens mij nog wel het geld voor, hè? Toch, die Ronaldo slaat helemaal nergens op. Die slaat echt helemaal nergens op. Dat was 3 keer Ronaldo, toch? Ja, ik vind dat tenue van Chelsea heel fijn. Ik vind dat een lekkere kleur blauw. Lekkere kleur blauw. Ja, ga ik die van Salah bijhouden? Die kan ik wel bijhouden. Ik moet alleen die van Ronaldo ook even bijhouden. Ik ga even in een dingetje. Hey George, ben je er weer? We hebben nog 5 ton. Dat is flink wat eigenlijk. Kom je nou door, jongen? Kom hier. Oké, het gaat om een centerback positie, hè? Gaan we dan Cancelo of Reece James doen? En een anker op Trent. Inderdaad. Son counter, ja, die staat op 10. Ja, dat is misschien net wat moeilijker. Maar ik ga het gewoon van iedereen bijhouden. Dan gaan we morgen wel even bepalen wie we op de counter doen. I can pack him met 5 ton. Er komen nog genoeg I can packs aan van mij, dat sowieso. Anker zeggen jullie, oké? Okay? Reece, James, Ruben Diaz. Kan ook nog, hè, trouwens, Ruben Diaz. Red ik dat qua geld? Kan ook nog. Cancelo, CDM, Eschen, centerback. Long time to see of long time no see? Gameplay was aardig snel. Reece James, anders te veel team of the seasons. Ik zie wel heel veel Reece James voorbij komen. Cancelo. Reguilon linksback. Ja, dat zou wel goed zijn voor Son inderdaad. Klopt, Ciro. Tomori, nee man. Ik vind Cancelo leuker om even verkeerd te gebruiken. Ik heb Reece best wel een tijdje gehad en ik vond hem vorige week een beetje schutteren. Jullie zeggen wel bijna allemaal Reece. Tenminste, niet bijna allemaal, maar wel veel. Cancelo, CDM, beest. Maar Diaz kunnen we ook nog halen, inderdaad. Dat is ook wel een geinige. 86 sprint speed. Het is wel een tank, hè? En dan zou ik wel weer een beetje gunfactor winnen bij mensen die vinden dat ik geen rechtsbacks op de centerback mag gebruiken. Dus het gaat om deze kaart, daar gaat het om. Ruben Diaz? Ik vind het prima op zich. Ik vind het op zich prima. Oh, bijna. Je hebt gewoon echt een Portugees feestje. Ruben Diaz? Oké, laten we nog 1 stemronde doen. Diaz of Cancelo? Laat even weten, jongens. Diaz of Cancelo? Diaz is te traag. Ja, dat zegt mijn gevoel dus ook. Dan kan ik niet zo ver naar voren spelen. Te traag. Nee, geen Diaz. Nee, oké. Al te veel mensen zijn tegen. Mijn gevoel zegt dat ook. Oké, Cancelo. Maar dan moet Cancelo. Dan moet Eschen centraal. Als jullie het zeggen. Anker op Trent, inderdaad. Ook nog, inderdaad. Oké. Cancelo, prima. Die was volgens mij 4 ton of zo. Wat was het? Ja, 4 ton, zoiets. Oké, mooi. Ankertje erop. Geweldig. Gewoon laten speelt er goed. Nee, ik kreeg heel veel kritiek op TV. Nee, dan gaan we dat niet doen. Even kijken. Speel. Fut Champions. Zelfs het menu gaat snel. Je voelt nu gewoon dat de game snel speelt. Ik ga eigenlijk alleen maar 's nachts spelen, denk ik. Vorige keer is me ook goed bevallen. Dit is puur eventjes om makkelijk Cancelo te kunnen pakken. Oké. Ach ja, dan zijn we natuurlijk weer niet tevreden met die manager. Gadverdamme. Och, wat een ellende. Wat een ellende. Oké, dat komt vanzelf wel. Trent, ook een anker, dat zeiden jullie nog. Ja,
Hebben we die? Chemistry style. Anker, anker, anker. Ja, zo, 22 stuks. Oké, mooi. Oké, en dan zeggen jullie in-game Ashen centerback. Jullie zijn duidelijk, ik heb het veel voorbij zien komen, dus... En Cancelo hier. Of dan toch liever Trent. Cancelo is weer geen krachtpats, hè. Dan... Maar Cancelo heeft een slechte shooting, volgens mij. Even kijken. Allebei niet super sterk, hè? Trent en Cancelo. Ze missen allebei wel een beetje power, hoor. Cancelo linksback. Kan ook nog. Wat heeft hij voor weak foot dan? Nee man, dat kan echt niet. Trent CDM, zeggen jullie. Oké, is goed. Oh, Mick, serieus. Ja, sorry, er gebeurt heel veel Mick vandaag. Mick Tuur? Mick. Super chatje. Waar ben je, jongen? Dankjewel in elk geval. Even kijken. Ik kan hem al niet meer vinden, man. Waar ben je? Wat? Wat je, fuck. Mike Anthony. Ah, Mike, dankjewel, jongen. Dankjewel. Verkoop Trent. Trent middenveld, zeggen jullie. Het zal wel goed zijn, toch? Hij is misschien niet de allersterkste, maar het komt wel goed. Zo. Wan-Bissaka. Cancelo. Het zal wel. Komt goed. En als ik net het gevoel heb dat ik het net iets anders moet doen, dan... Komt dat wel goed. Zo dus. Oké. Dat is de laatste. Die had ik sowieso nog niet gedaan. Nee. Oké. Kringspier Musketier, dankjewel jongen. En Donja ook nog, dankjewel. Ik kan me nog een beetje beginnen. FIFA zei dat gewoon allemaal niet meer goed genoeg is. Ik ben nu einde vierde gewijk hem toch. Soms ben je toch wel tegenstrijdig. Ja, Donja, ja. Soms kan het ook binnen een game wel echt veranderen. Maar ik zal niet ontkennen dat ik toch wel weer tot de conclusie ben gekomen dat Ronaldo gewoon een beest blijft. Absoluut. Portugese Premier League trainer. Ja, dat hadden we net, hè. Die Nuno. Toch beter nu, inderdaad. Ja, klopt. Door die Tevin hier deed ik het net niet, volgens mij. Want die had weer een Engelsman nodig. God. Ja, komt goed. Gaan we doen. We gaan die Nuno weer verpakken. Als dat initialiseren weer voorbij is. En toch Shadow op Eche als hij centraal achterin staat. Ja, heeft hij dan meer verdediger nodig? Ah joh, moet toch goed zijn joh. Deze Sheriff ook weer vervangen. Bedankt voor je wedstrijdje. Nuno, hoppatee. Het zal wel. Diaz is echt fraude. Ik denk wel dat hij in de duels echt te lijp is. Tristan Michael, jongen. Leuk dat je er was. Moet hij echt een shadow als hij... Ja, is dat zo belangrijk, jongens? Ja, dat is waar. Wat heb je aan paas op centerback? Ja, dat is waar. Goed punt. Ja, start een pot, man. Je kan bezig blijven. Ja, eens. Oh, man. Dat is echt niet normaal, inderdaad, hoe lang ik bezig ben geweest vanavond.
Maar het is ook wel weer leuk, joh. Je moet er soms even de tijd voor nemen. Alle goede dingen kosten tijd. Dat is hoe het is. Pas, leer dat nou toch eens. Een beetje geduld in het leven. Ja hoor, daar is die. Mikael, onze nieuwe centerback. Renate, waar ga jij heen? Oh, dat is geen goede man. Die trend, jongens. Wat een gek. Luke Shaw. Toch wel weer veel aangepast aan ons team. Maar door die Varaan toch ook wel. Ja, maar kijk die versnelling. Holy, holy moly. Bruno speelt wel echt ver weg van de campositie nu. Dat is jammer. Ja, je kunt niet alles tegelijk. Oh, Zambrotta. Kijk eens, beest. Het beest. Salah vergis je ook in hoe goed hij is, hoor. Echt niet normaal. Ik vind hem echt fijn. Mijn instructies. Ja, die zijn echt niks bijzonders eigenlijk. Spitsen naar de flank en achter de linies. Cam naar voren. Alle andere middenvelders gebalanceerd, behalve de CDM. Die moet achterblijven en het midden dekken. Hallo. Niet weggaan, niet weggaan, niet weggaan, niet weggaan, niet weggaan. Het is gewoon zo vaak weg als je bij 0-0 een bengel krijgt. Come on. Salah. Top. Dankjewel dat je bleef verdetten. Backs achterblijven en overlappen. En that's it. Ronaldo counter komt er morgen wel bij, jongens. En misschien Son ook nog wel. Kijk, je 3 counters in beeld, dat kan ook nog. Oh, dit team is wel ziek, hoor. Sonny! Dat is wel heel lekker. Ik moet Son gewoon heel vaak diep sturen met L1. Met L1X, zeg maar. Want als je hem dus inderdaad zo aan kunt spelen, dan kun je gewoon beide kanten op kappen. Niet te voorspellen. Prima. Ja, Fernandez assist counter, ja. Instructies genakt van e-sporten. Ja, dat is niks bijzonders, hoor. Ja, die goal counter is nu puur van Salah die we nu hebben staan. Laat de zon in je hand. Ja, echt, Erik. Ja, die kan wel echt ziek goed zijn, ja. Maar die is niet de link. Nee, dat klopt wat je zegt. Dat klopt helemaal. Hoop kijkers nog, jongens, om 1 uur. Leuk. Fantastisch. Het zou toch geweldig zijn. Die paar happen kwark hebben me ook goed gedaan, moet ik zeggen. Toch weer wat energie. En hier is hij weer. Mikael. Die Eshay heeft me toch een keer een volley gescoord voor Chelsea. Dat is echt niet te doen. Ik weet niet of jullie allemaal wel eens hebben gezien. Ik neem aan van wel, maar... Pff, was het een dropkick zelfs? Ik kan me de plek nog precies herinneren, maar... Wat een goal was dat, hoe die binnenviel. Salah.
Esje, zo irritant. Ga ik Haaland, Timo Ziyech nog een keertje checken? Maar eigenlijk niet. Drie sterren ben ik gewoon niet echt heel geïnteresseerd in. Ze weten dat ze die kaarten ook gewoon mee verkrachten. Ja, blijkbaar is Haaland echt een slecht rechterbeen en gebruikt hij veel minder skill dan alle andere goede aanvallers. Blijkbaar speelt hij te simpel. Geleerd van Renzo, ja tuurlijk. Die heeft natuurlijk wel even wat goede tipjes gegeven. Absoluut. Gaat-ie. Jongen, jongen. Deze gozer mag ook gewoon weggaan. Het is verdomme pas minuut 39, man. Ja, heerlijk, Tobias. Lekker, hoor. Dat geloof ik, Stan. Dat geloof ik. Maar toch ben ik er niet heel geïnteresseerd in als ik er geen skill moves mee kan doen. Die heb je gewoon nodig. In de lastige potten. Ik geloof dat die Haaland een heerlijk schot heeft, hoor. Ja. Nee, die hebben we nooit. Zonder bedrukking heb ik hem niet gedaan. Maar ik snap wel dat mensen dat vet vinden. Ja, dat is een mooi petje, hè, eigenlijk. Misschien dat ik dat ook wel even ga regelen, inderdaad. Goaltje Salah nummer 2. Heeft hij er nog eentje gemaakt? Ik zal zo even checken. Is goed, Erik. Duurt wel even sowieso, of dat gefixt is. Ga dan gewoon, jongen. Ben allemaal aan het doen, man. Pannenkoek. Ja, die weak foot upgrade van Lewa is echt te ziek, ja. Ja, die muziek is wel een beetje apart, hè. Latertje vandaag. Oh. Ik moet niet te lang door, anders ga ik onnodig verliezen. Nee, ik ben niet voor Chelsea. Nee, dat niet. Ik vond het leuk dat ze echt erheen ging, maar om ze dan een beetje te volgen. Maar Carola is morgen weer terug. Die landt morgenmiddag. Rond 1 uur volgens mij. Kort of 1. Ik denk dat ik 5 potjes doe, misschien 6. Ik ga weer last van mijn hartjes te krijgen. Lange dag. Pepijn, ja, dat is toch niet zo heel laat. Ik denk misschien tot 1:45 of zo, 2 uur. Hangt er een beetje vanaf. Als ik merk dat ik echt slecht begin te spelen, dan... Ja, weet je wat het nu is met die Bundesliga team of season? Die zijn nu gewoon heel duur. Omdat ze er pas net zijn. Ze zijn nog niet zoveel op de markt. Iedereen vindt ze vet. Er is hype om die kaarten. Je weet nu al dat die Lewandowski nog zwaar gaat kelderen. Ga ik vanuit. Ja, zul je weer zien dat hij er maar blijft stijgen de komende week. Maar ik verwacht niet dat ze echt zo hoog blijven als nu. Maar ja, ik kan ernaast zitten. Oeh. Zo, die troep bij, wat een gek is dat dan? Hij mist wel al zijn kansjes. Hier baal ik wel van. Die Bruno is eigenlijk te goed voor zo'n rechts half positie.
Ook te duur ook trouwens. Zijn jullie aan het doen, jongens? Zijn jullie aan het spelen ook? Of liggen jullie gewoon te chillen? Grappig, ik zie een comment in de chat. Jullie hebben allemaal echt helemaal niks te doen als je naar iemand aan het kijken bent die FIFA aan het spelen is. Deel snap ik het wel, maar... lekker man. Dat is grappig. Ik hoorde mijn vader dat een keertje zeggen. Vader zei dat ook tegen zijn zoontje van... Ben je nou aan het kijken naar iemand die aan het game is? Ga dan in elk geval zelf nog spelen. Zegt dat zoontje tegen zijn vader... Ja, jij legt toch ook de hele dag voetbal te kijken? Ga zelf een keer voetballen, man. Dacht die vader, oh ja. Zit wel wat in. En veel mensen hebben toch ook gewoon aanstaan terwijl ze zelf lekker een beetje aan het spelen zijn. Of aan het andere dingen aan het doen zijn. Beetje gezelschap in je slaapkamer of in je woonkamer. Ik heb die Suarez toen precies niet gebruikt, maar... Beentjes omhoog, Mackie gehaald, lekker streampje kijken. Lekker man, Luc. Klinkt goed, jongen. Geniet ervan. Ja, Friso, zeker. Goed idee. Ik had het ook al besproken met die Discord, jongens. Hey. Soetcheck heeft hij gewoon. Baba. Petspel. Wanneer weer met Baggerman? Ja, die zit niet meer in deze game. Dat is een beetje jammer. 4:45 de wekker. Hoppatee. Lekker ze. Matthäus. Nou, die Ashe heeft nog geen duel verloren. Dat stemt ons natuurlijk zeer tevreden. En van Arnold is het natuurlijk wel fijn dat hij gewoon een goede passing heeft uit die plek. Ja, ja, ergens kan ik er wel in vinden. Oh. Zo keurig binnenkant voet, vol in de voeten van de tegenstander. Yo. Volgende pot er weer even voor gaan zitten hoor. Matig. 2 uur pas laden, dan maar even Koen kijken. Laden? Wat ben je aan het laden dan? Ik zie trouwens Tim Bosveld, sorry, nog een donatie. Jokun die lijpe Team Season Center van Wolfsburg al gezien. Dat is niet die Baku, toch? Of wel? Weet die gek. Even kijken. Nee, Baku is rechtsback inderdaad. Oh ja, dat is die Lacroix. Ja, precies. Ja, zieke kaart hoor. Bizarre kaart zelfs. Goed, Sonny. Het ziet er goed uit. Lekker draaien. Goed, Trent. Pop, 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 pop. Poeh, matig verdedigd.
Mochisala. Oh, Mason Mount missen we nu wel natuurlijk met die vrije trappen. Die had een beeste vrije trap. 97 volgens mij. Goed. 6-1. Salah 3 goals in deze pot. En hij had de vorige pot... Oh, wacht. Al had die winst ongeluk al op 2 gezet. Dat moest een goal van Salah zijn. Hij had vorige pot 1 goal en nu 4. In totaal. Hij heeft er 3 gemaakt. Dus Salah 3 keer. Son 3 keer. Oké dan. Oh nee, wacht. Hij had vorige pot helemaal geen goal. Dus dat klopt niet. Dus hij staat op 3. En we staan op 2-0-1. Dat klopt. Oké. Oké. Poeh. Gaar, jongen. Salah heeft trouwens al 2 keer gescoord. Ja, 3 keer dus zelfs. Oh ja, Trent heeft ook een goede vrije trap. Dat klopt, ja. Dat klopt. Wan-Bissaka. Wat is hij voor roots, die Wan-Bissaka dan? Om Jamaica? Lijkt me eerder... Nee, lijkt me iets anders, eerlijk gezegd, in zijn geval. Eerder ergens Afrikaans, of niet? Wow, hij heeft die Kimmich en Davies. Heel gek team verder. What the fuck is dit voor team? Normale Van Dijk en Gomez. Te weird. Mooi die link tussen Boateng en Neuer. Een andere voetbalnationaliteit. Namelijk hier, Congo DR. Aha, dat wisten jullie waarschijnlijk wel. Congo. Ik heb Villa Oranje nog niet gezien. Maar ik ken iemand die daar aan de achterkant heeft meegewerkt. Dus ik wist er al een tijdje van inderdaad dat dat... Zo stond te gebeuren. Ik heb wat beelden van gezien. En dat ja, lijkt me zeker leuk, ja. Natuurlijk wel, het blijft gewoon helder natuurlijk. Dit was geen goede actie van mij. Oké. Kom aan. Ik heb die aanvallende backs ook nog niet aangezet. Zo blij maken dit weekend. Kom op. Had hij nou moments pushkas of niet? Zou maar kunnen. Of prime pushkas. Goed. Mid pushkas. Oh, fuck. Okay, thanks. Calma.
pressure. Mo Salah. Is echt goed. Manuel bij de Eredivisie was een beest. Dat was een beest. Het smaakt natuurlijk naar meer. Wordt leuk volgend jaar als hij erbij komt. Nice one. Hey. Lees je dit wel? Ja, ik probeer alles te lezen. Soms gaat die chat te hard, maar nu valt het wel mee. Coutinho is belachelijk goed. Ja, ik heb hem gebruikt. Ja, het fijn spelertje. Absoluut. Hey. Twee liggen trouwens. Come on, Trent. Ja, hebben we gewoon moments as Shen inderdaad in tradable. Dat is wel een ding eigenlijk. Ruimte krijgen hier, joh. Door die aanvallende backs natuurlijk. Oh. Camera setting is gewoon koop. Beetje uitgezoomd en alles. Er is 5 goals van Salah. 97 passing, dat is wel lekker. Niemand moe ook. We hebben Romarinho nog. Al-Sharabi is altijd leuk. Maar ja. Ja, het wordt echt een luxe probleem. Ik zou niet weten wie ik nog af moet halen. Zeg maar. Zou zomaar kunnen, Daan. Morgen komen er goal counters bij. Dankjewel, Sylvain en Bruins, jongen. Leuk om te horen, dankjewel. Bruno eigenlijk een te leuke speler om die echt in middenvelder positie te hebben. Zonde eigenlijk. Ik heb maar even te doen. Pas 3-1. Arrogante voorzet. Gewoon afmaken. Ja.
Dat is niet goed, hè? Mamai. Dat hij niet is zo slecht, hoor. Kom aan, Sonny. Fuck, zit te vroeg gegeven, denk ik. Oh, wat doe ik? Heel dom. Super dom. Mictuur, jongen. Ik had al op je gereageerd, toch? Waarom skip je me niet leuk? Ik zal even kijken. Oh, je hebt nog een DM gestuurd, hè, zei je volgens mij. Mictuur. Tuur. Wat was jouw ding dan, jongen? Tuur. Oh, hier, tuur. Ik heb je alles gesproken. Zou ik iets mogen vragen? Is dat je ding? Zou ik jou iets mogen vragen? Heb je vorige week gevraagd? Jij mag iets vragen, tuur. Oh, domme. Ik geef gewoon twee kansen. Twee kansen laat ik liggen. Dat moet ik echt niet meer doen. Dit soort gemeze. Hij is niet eens zo heel slecht voor mijn gevoel. Kom aan. Flanken met die vijf man achterop. Irritant. Dus die Davies en zijn rechtsback, Trent volgens mij, die krijgen echt veel ruimte in zijn opbouw. Oh mijn god. Timo de Jernooyer pakt hem nog eventjes. Plaats ik hem ook weer. Nog steeds doe ik dat gewoon. Je moet strepen. Ik vind het wel even mooi geweest.
zo'n pot die ik dan onnodig kan verliezen ook. Dus drie opgerechte kansen laat liggen. Dat is prima. Ik vind het mooi. Oké. Goals. Salah twee keer. En één keer Son. Alright. 3-0. Koen, moest je niet trainen vandaag? Ik zag Paski wel trainen. Ja, ons team is echt toevallig sinds vorige week begonnen met trainen. Ja, het is helemaal einde seizoen. Ik heb natuurlijk het hele seizoen gemist. Ik ga denk ik volgende week, of de week daarna ga ik sowieso weer trainen. Ik heb vandaag even geen zin om weer verplichtingen te hebben, zeg maar. Het is gewoon random. Het is nu geen training voor een wedstrijd of zo. Dan zou ik me echt wel verantwoordelijk voelen. Maar de eerste wedstrijd had je een penalty met Salah erin. Was dat de eerste pot? Dat was de tweede pot volgens mij. De eerste pot wonnen we 3-0. Drie goals van Ronaldo. Toch? Ordo. Ja, iedereen heeft het over die Vasquez op mid-mid, ja. Bro, ik ben gaar. Ik doe er nog twee, denk ik. En dan is het mooi geweest. Wie vind jij de GOAT in het voetbal? Persoonlijk vind ik Cristiano veruit de beste. Ik kan echt niet kiezen tussen die twee. Ik weet dat het een beetje gebruikelijk is om bij een van die kampen te horen. Maar ik vind ze allebei zo gruwelijk. Ja, ik ga om 2 uur slapen, denk ik. Dit is onze volgende tegenstander. Ja, dat is best een goed teampje zo. Niet echt een zwakke plek. Ik zou persoonlijk niet met de Llorente kunnen spelen, maar... Ja, het is niet gek zo. Hè? Het staat goed in elkaar. Het zit goed in elkaar. Messi, het chemistry ook nog. Lekker vier fullbackjes. Niks mis mee. Ja, Mick Tuur, jongen. Je moet even kappen. Wat is je Insta dan? Dan moet je even je Insta erin zetten. Ik reageerde net op een Tuur hier zo. Welke ben je? Oké, kom maar. Beter spelen dan net weer. Kom op. Die pressing after possession los aanstaan zo. Ik heb meteen helemaal vast. Ik stond meteen helemaal vast, zag je? Oh ja, gooi hem lang op Salah anders. Die wint het ook nog. Ga maar, Jochie, kom aan. Die Salah is echt ziek hoor. Zo ziek. Anders deze vent wel. Ga hem erin, man. Fuck. Goed voor onze schoten totaal. Kom eens. Hey. Wat hier? Wat passeert hier, man? Trentje, kom aan. Juist. Vamos. Jongens, even serieuze vraag, hè? Ik sprak vandaag een vriend van mij, die is Afghaans. En die is nogal betrokken, zeg maar, als het gaat om Palestina. Gewoon die houdt zich daar al jaren eigenlijk heel erg mee bezig. Hij wint zich heel erg op over hoe in de Nederlandse media
zeg maar, de heel erg pro-Israël wordt bericht. Berichtgeving is behoorlijk pro-Israël en wordt relatief minder aandacht of wordt minder vanuit een Palestijns perspectief gekeken. Wat ik op zich wel snap. Dus ik heb daar ook wat meer. Dus ik snap zijn frustratie daarover. Dus ik heb daar wat meer over opgezocht. Überhaupt over dat hele conflict. Het is natuurlijk best wel lastig. Het speelt al jaren en jaren. Dus ga je ook afvragen van. Ja, je merkt dat dus in Nederland ook, hè. Dus dat las ik vandaag. In Nederland is van origine. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse Joden ook na de Tweede Wereldoorlog. Die het hadden overleefd als het ware, die nog over waren, zijn ook naar Israël gestuurd. Ja, die hebben Israël eigenlijk gekregen van nou, dit is jullie land. Dus min of meer op grondgebied van de Palestijnen. Dus in Nederland heerst heel erg het gevoel, of heerst van oudsher heel erg het gevoel van we zijn heel lief en goed voor de Israëliërs. Israël wordt natuurlijk ook gesteund door Amerika en de NAVO. We hebben goede banden met Amerika. In elk geval zul je dus hier niet zo heel snel berichtgeving lezen over dat Israël, om het in kindertaal te zeggen, stoute dingen doet. Het zal eerder zo worden gebracht als dat Palestina fout bezig is. Maar vanuit dat perspectief bezien, vanuit de geschiedenis van Nederland en de Nederlandse Joden en dergelijke, is dat misschien ergens ook alweer te begrijpen. Nou, het is een moeilijke kwestie. Die Afghaanse vriend, daar begon ik over, die zei eigenlijk tegen mij dat hij heel veel respect heeft voor mensen met een groot bereik. Lees, influencers eigenlijk. Die ook maar in welke vorm dan ook een beetje bijdragen aan het onder de aandacht brengen of het stoppen van de genocide, zoals hij het noemt, van de Palestijnen. Toen dacht ik, ja, heb ik die verantwoordelijkheid dan ook? Zou ik daar ook meer over moeten zeggen of delen? Terwijl het zo ver van je afstaat en je soms niet helemaal goed in kunt schatten of je een kant, of je überhaupt een kant moet kiezen. Het speelt daar inderdaad, wat Erik nu ook zegt, het speelt er al zo verschrikkelijk lang. Maar eigenlijk, ja, hij bracht me wel op een idee. Of je hebt wel een bepaalde. Ik voel wel een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde. Ja, een bepaalde rol inderdaad om dat soort dingen ook onder de aandacht te brengen. Maar het is soms heel lastig om echt een mening te vormen of om überhaupt al te begrijpen wat er nou precies gaande is met dit soort lijpe wereldwijde internationale conflicten, zoals het dan vaak genoemd wordt. Kun je het een conflict noemen, het is eigenlijk gewoon een oorlog. Hij noemt het dus genocide. Het is, ja, het is lijp in elk geval. Maar, mijn vraag. Zouden jullie het interessant vinden als ik daar een video over maak? Te beginnen dus over Israël en Palestina. Castro brandt zich niet aan uitspraken hierover. Ook jullie kunnen niks daaraan veranderen. Nee, ik denk ook niet dat ik mijn mening moet geven. Dat is ook niet wat ik bedoel. Ik denk niet dat ik in die video zelfs. Ik vind het ook moeilijk om een exacte mening te vormen. Maar ik denk dat heel veel mensen daar. Überhaupt heel veel vragen bij hebben. Het is moeilijk hoor, voor de nieuwste generatie om er alles over te weten. En beide perspectieven te begrijpen. Sala weer 3 trouwens. Ja, ik snap wat jij zegt, Monaim, zeker. Maar dan wil ik inderdaad gewoon eigenlijk mensen van beide kanten daar vragen over stellen. Tuur van Hout, oké dan.
Tuur van Hout, kijk eens. Ik ga nu checken, jongen. Wat is jouw team? Moments Torres heb jij. Jij hebt Carrasco, Fekir, Vázquez. Tuur, jongen, je hebt een schitterend team. Het is echt een topteam. Zo. Even kijken. Rieke Sala, één keer gewoon. Oh, deze pot heb ik echt... Ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd. En een eigen goal zeker, of niet? Ja, die rekenen we gewoon als Ronaldo, hoor. Dat was die eerste, dat hij nog van richting veranderde. Klopt, het gaat erom dat we weten wie er belangrijk was. 5-0, Rage Quit. CR7, twee keer. Salah, drie keer. Oké. Okay. Ja, denk je, Mark? Ja, dat is het zieke inderdaad. Die, al die... Ja, die komt als het seizoen afgelopen is, van. Ja, er zit ook wat in, Maxim. Nou ja, grappig. Is die Ismail Eeuw in, hè? Maakt hij daar vier over? Ah, Sven, leuk dat je het vraagt, man. Dat lijkt door te gaan. Maar ik zeg altijd, lijkt. Want ik zeg pas dat definitief zo is als ik het zeker weet, zeg maar. Dat heb ik wel geleerd. Dus ik ga het nog niet aan de grote klok houden. Maar het zou wel heel leuk zijn. Jurgen, jongen, hoe is die? Beestenteam, toch? Waarom wil ik dat doen? Nou ja, omdat ik wel voelde dat hij me een beetje triggerde met die uitspraak. Van, eigenlijk gaf hij min of meer aan van, ja, je zou er ook wat over moeten delen. En dat wil niet zeggen dat ik dus blind deel dat alles wat de Palestijnen doen niet erg is. En dat alles wat Israël doet wel erg is. Want het heeft gewoon een hele lastige, lange voorgeschiedenis. Die Israëliërs die wijzen zelfs op het feit dat het land oorspronkelijk, zelfs nog voordat zij daarheen gestuurd werden naar de Tweede Wereldoorlog, dat het oorspronkelijk ver daar weer voor ook van de Joden of de Israëlieten was. Dat zeggen zij dan weer. Maar zoveel over te lezen, zo complex is het. Nee, Anton, ja. Klopt, Safwan. Klopt. Ja, toch? Sowieso. Mee eens, Jurgen. Het is niet normaal, hoor. Zeker die gameplay is nu weer zo snel s'nachts. Dat is echt heerlijk. Niet op 1-0 achterkomen. Top. Dat is mijn grootste manco. Op 1-0 achterkomen. Tegen iemand die niet per se de beste tegenstander van het hele weekend is. Moet ik aan de bak. Per ongeluk een 2-0'tje en dan ben je de lul. Goed zo. Renato! Lekker hoor. Pardonaties nog. Ja, ik zie het. Holy shit, jongens. Tim Bosveld had ik gehad. Ja, man, Niffel, zegt Ewa Koenzi toen. Succes met je wekelijks strijddeur. Dankjewel, jongen. Roger Samuel Francis. Koen, ik vind het tof dat je opkomt voor Palestina. Veel mensen betrekken hun geloof erbij. Moslims, Joden en Christenen worden vaak aangewezen als reden voor onrust. Dat is helaas niet altijd hoe het zit. Ik waardeer het enorm dat je er voor hun opkomt. Nou ja, of in elk geval dat ik probeer... Eigenlijk zou ik nog eerder een beschouwing proberen te geven dan dat ik vol mijn mening probeer te geven. Dat is denk ik niet eens... Wat mijn doel dan zou zijn. Mijn doel zou meer zijn van...
Hoe zien onze generatie, dus gewoon jongeren, wil ik erover vragen. Gewoon jongere mensen in Nederland. Ik ken mensen met een moslimachtergrond. Ik ken geen mensen uit Palestina eerlijk gezegd, maar ik ken wel mensen uit Israël ook. Gewoon op die manier bedoelde ik het ook, van mensen allemaal vragen naar hun perspectief. Hoe zien zij dat? Hoe zien die ouders van dat Joodse meisje dat ik ken? Hoe zien zij dat? Of zij is misschien eens Joods, als mijn consort uit Israël. Dat heb je ook nog natuurlijk. Klopt, Eden, ja, klopt ook zeker. Goed, te lang over gepraat voor nu even, maar ik wilde even weten wat jullie daar voor gevoel bij hadden als ik daar eventueel een video over zou maken. Ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Niet op Palestina haten, nee, dat doe ik zeker niet, integendeel. Oeh. Toch, die Eschen, jongen. Wat is dat voor tank, joh? Kijk uit. Zon, ben je wakker of... Kom eens, man. Ik heb de kloten. Kom op. Wat is dat voor een raar team inderdaad? Los Celso? What the hell? Oei, oei, oei. Ja, laten we het weer lekker over voetbal gaan hebben, jongens. Het is een zwaar onderwerp dit, voor kort voor twee s'nachts. Is goed, Erik, jongen. Ik denk dat je er was. Was gezellig. Jongens, wat vonden jullie eigenlijk van Go Ahead eergisteren? Zijn jullie pro de Graafschap of pro Go Ahead, jongens? Daar gaat hij. Mo Salah. Korte hoek. Wat doe ik? Koen Bassi, daar is hij weer. Je zou mijn team nog checken. Insta Koen Bas 13S. Doe ik, man. Ahmad, ik lees hem zo voor. Ja, en Eran ook. Oh, jongen, Koen. Ik loop te kutten. Even killen, kom op. Wat is dat voor rare formatie? Die Carrasco is wel heel breed. Kom op. Is dat ook weer zo makkelijk tussen daar?
Matige wedstrijd. Ah, come on. Sony nog een beetje flats. Romarinho heb ik zin in. Komt goed dit, lekker aanvallend. Roger! Ja, gruwelijk toch? Mooie actie. Kom op, kom. Wat zwakker. Ik op je eikel geslapen, Weiland. Oké, toppie. Gooi van Veen, kijk eens. Lekker bezig, Weiland. Teampje wat aangepast sinds de vorige keer. Check even je Insta-DM, man. Lekker bezig strijden. Ik ga zo die Insta-DM even checken, jongens. Ik zag alweer een paar berichtjes daarover, dus... Eerst even focus op deze game. Tja, stuntelaar. Oh! Hè? Huh? Ging hij nou op de lat? Of hoe ging die? Hey, Gio. Ja, is lastig in het weekend, man. Ik had overdag gewoon wat dingen die ik wilde doen. Even langs familie en zo. Ja, dat is moeilijk. Ik wil wel gewoon alles streamen, dus... Huh? Hoe miste hij die kans nou, joh? Wat de hel? Oké. Ronaldo, Sala, Renato. Zeer 7, Renato, Sala. Dit is plus 1. Ja, top. Oké, ik doe nog één pot, jongens. Ik ga 5-0. Ik doe nog eentje. Hoe is het, Gio? Hey, Jesper Maas, kijk eens. Het beest. Het seizoen kan niet meer stuk, hè? Mooi om te zien, man. Echt knap. Echt knap. Gaat lekkerder, hè? Bij Dennis thuis. Daar heb je twee keer gespeeld. Twee keer gewoon goed gespeeld, toch? Ik weet niet. Ik ga in augustus sowieso een maandje bijna niks uploaden. Misschien wat andere dingen die ik van tevoren klaarzet. Maar ik ga in augustus een maandje weg. Gewoon even helemaal ontladen. Gewoon. Kalma. Oh shit, wacht. Gooi van Veen, jongen, dankjewel. Pelle, hackers ook nog eens. Vorige keer ook al gedoneerd. Toen de laatste minuut van de stream. Oi. Pelle, jongen, dankjewel, man. Ook nog voor die van toen. Ik ga de DM's even checken. Van Roy, van Koen Bassi. En Ahmad en Eran. Eran, ik ben zelf vlucht met mijn familie en mijn vader verloren in Afghanistan. Meen je niet? Dagelijks krijg ik nog racistische opmerkingen naar me toe dat ik de taal niet goed praat. Daarom wil ik graag zeggen, stop alsjeblieft racisme, free Palestina. Eran, ja, je bent een held, man. Ik leef met je mee. Ik heb ook meerdere documentaires gezien over Afghanistan. Dat volk in Afghanistan heeft het echt zo zwaar te verduren gehad, al decennia lang. Dus wees welkom hier. Ik hoop dat je over het algemeen goed voelt hier. Ahmad zegt, Jokoen, ik ben een Palestijn. Wat ik jammer vind aan de regering, dat ze een staat steunen die de vrijheid van mensen afpakt en maar meer en meer wordt. Ik hoor dat je een video daarover maakt en iets kleins betekent veel voor ons, maar ga zo door. Thanks, jongen. Goed om te horen. Hoi van Veen en Koen Bas. Ik ga hem zo checken, jongens. Komt eraan. Tuurlijk, Jesper. Ja, nee, tuurlijk, inderdaad. Dat is verschrikkelijk. Als er iets kloot is, dat moet gewoon in orde zijn, inderdaad. Oké, jongens, de classic playlist gaat even aan. Fuck.
Ik zet even snel die muziek aan. Oké, okay, chill, we overleven hem. Hey, dat is een matig balletje. Onze verdediging is wel ook echt knijtergoed, hè? Bruno Fernandes! Oeh, dat heb ik nog op granaten moeten geven, denk ik. Maar we krijgen al ruimte. Nou, Son, laat het maar een keer zien. Nee. Hallo. Ik wou zeggen. Niet weggaan. Niet weggaan. Niet weggaan. Top. Mo Salah. Oh, Koen, er is niks mooiers dan bezopen naar Weilando 39 en passen te kijken. Tycho van Vliet. Heel goed, jongen. Ik hoop dat je een leuke avond hebt of hebt gehad. Goed dat je er even bent, jongen. Jongens, het team speelt heerlijk. Het spel speelt heerlijk op dit moment. Het speelt heerlijk snel. Hop, Mo Salah! Mooiste assist van de avond. Wat vind je van Son? Ja, moet zich nog een beetje bewijzen. Speelt op 10, is moeilijk. Ronaldo is flink aan het beesten. Opstelling naar mijn hart ook hoor, die 4-3-1-2. Lekker veel tikken en skill moves door de as. Pff, beter wordt het niet. Weet je met welke formatie? Ik heb FIFA 11 toen. Dat was echt mijn FIFA. FIFA 11. Toen werd ik Nederlands kampioen en een beetje internationale toernooien. Toen dat jaar. Het was 4-1-2-1-2 breed. Moet je nagaan. Dat zou je nu echt niet meer kunnen bedenken. Dat je met die formatie speelt. Bizar aanvallend. Maar ja, toen kon dat gewoon ofzo. Lekker mee te neuren hier zo. Zieke grap in de chat. Koen, hoe gaat het, broeder? Goed, man. Hoe is het met jou, Heikie? Hey, dat lijkt me weer een pingeltje. Daan, zeg, wat een gezelligheid. Sowieso. Moments Kenny, ik weet het niet, man, met die Dobrish. Het is niet mijn man. Ik vind hem nooit leuk om mee te spelen ofzo. Ik ben heel snel uitgekeken op die Dobrish. Ik vind niks. Het is wel leuk dat hij tweebenig is, maar... Hij mist ook een beetje de absolute snelheid, toch? Wat heeft hij? 92, 93. Ja, het is snel uiteraard, maar... Waarom zeg ik pingel in plaats van penalty? Goeie vraag. Penalty. Nog eentje dan. Da-da-da-da-da-da.
Hoe is het, jongens? Nog steeds 1800 kijkers. Het is 2 uur 's nachts, verdomme, jongens. Wat is dit? Moest even normaal, man, met z'n allen. Wat is dik en groen en zingt Shrek? Wat? En zingt. Oh, Shrek van Gelder. Oh. Oké dan. Ik heb zijn team niet gezien eigenlijk. Frankie, Iñaki. Iedereen heeft Carrasco, hè? Ik denk ook dat letterlijk iedereen hem wel in zijn rewards voorbij heeft zien komen. Vanaf goud 2 waarschijnlijk of zo. Goud 1. Dat is niet best. Is het een goed team, jongens, of niet? Ja, stiekem nog eentje, ja. Ik was even met Carola aan het appen. Die moet zo vliegen vanaf Dubai. Ze zijn een beetje aan het doorhalen daar, omdat ze vliegen 6 uur 's ochtends Nederlandse tijd, zeg maar. Oh, wat doe je? Wat doe je? Ga ik hem weer plaatsen zo langs de keeper met zo'n pisballetje. Top, Ruben. Goed om te horen, jongen. Even zijn petje binnen. Lul niet! Arr, come on. Dit is mijn laatste pot, hoe dan ook. Kom op. Mooi, jongen. Dankjewel voor je 3 euro. Ik ga je zo voorlezen. De focus hier. Oké, gaat deze man ook naar rechts? Oef, knak knak. Balletje. Yo. Sim van S, beest. Dankjewel, jongen. Cool, respect dat je ook de fouten van Israël opnoemde, om het zo maar te zeggen. Alleen weet waar je aan begint, maatje. Veel commotie. Ja.
Thanks jongen voor je bericht en voor je donatie. Ja, je hebt gelijk. Het is gewoon een moeilijke kwestie. Heerlijk, kom maar Sonny. Tuurlijk. Let's go. Is er wel lekker in. En ik had twijfel ik om nog door te gaan naar 10-0, alleen... Nee, ik... Ik voel dat ik me niet meer optimaal focus. Het gaat een keertje fout, dus ik moet er iets beter in dan... Worden dingen wel afgestraft nog? Of ik morgen weer live ben? Nou, dat is de vraag. Ik slaap morgen in een hotel, want Carola die is natuurlijk weer terug. En we hebben nog wat in te halen voor de Elite 1. Nee, geintje. Dit stond al heel lang gepland. We gaan wel in een hotel slapen. Dus morgenavond wordt moeilijk. Misschien dat het weer precies hetzelfde wordt als verleden week. Als vorige week. Toen stond ik natuurlijk ook pas 8-0 op de zondagavond. Ja, misschien dat ik wel zoiets doe. Dat ik er zondagavond weer ben en dan maandagochtend met de laatste. Ik vrees dat het wel zoiets gaat worden. Hey, schatje. Oh, smeerlap jongen. Eigenlijk gewoon rood. Zal ik wel weer niet krijgen. Dat is goed dus wel, ja. Huh? Wat? Heeft Van Bissaka 4 tegen skill? Is dat zo? Hey. Heeft Van Bissaka 4 tegen skill? What the hell? Kun ik niet pas achter hier? Zo, als je Van intypt, krijg je eerst 80 kaarten van Lewandowski. What the fuck, nooit geweten. Oké. Ziek. Koen, kun je Robin een SO geven? Hij is jarig. Robin, jongen, denk SO naar jou. Je moet Son meer die kap bij de aanname gebruiken. Die is heel goed met Son. Ja, goed idee. White Gunners. Eigenlijk is dit team gewoon te goed. Ik hoef eigenlijk niet te wisselen. Oh, Tigo van Vliet, jongen. Wat een beest. Randy Scoopturn. Boom, boom. Wijlando. Zo is dat. Zo is dat. Even kijken wat we nog hadden. Roger is hier ook. Thanks man. Deze ga ik even bewaren. Had ik nog Koen Bas. Oh, Pelle heeft nog een keer gedoneerd naar Eran zijn verhaal. Oh, wat mooi. En Amad ook nog een keertje. Echt respect dat je over dit onderwerp praat. Even kijken. Wat veel mensen verbergen echt dapper van je. Kunt u mij de checken. Mijn respect. Oh, hij is nu ineens weer weg. Oh, hier. Mijn respect voor jou is aan de top. Maat, ga zo door. Dankjewel, Amat. No worries, man. Bruno. Oh. Hey. 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 Hey, Mosallah. Salah. Die ruimte die er ontstaat met 4-3-1-2 is toch te bizar, jongens. Bezopen, man. Dat is niet normaal, kerel. Oh, what the fuck. Ik dacht dat ik daar wel langs zou zijn. Oh. Keep it. Keep it.
Kom. Zo sterk. What the fuck, man, ik ben geel. Ah, kom op, die kroketten duren zo lang. Is dit? Oké, top. Zieke Akka weer. Zoals echt alleen Ronaldo dat zo ziek kan. Ik had hem even nodig, die voorsprong. Gewoon even voor de stress. Oh, die Salah, jongen. What the fuck. Zeg, die laatste draai. Die laatste kap naar zijn linker weer. Pfff. Fucking legend, me. 7 schoten tegen 3. Homer. Even kijken. Dit was 5-3 race quit. Met Salah 2 keer. Ronaldo. Son. En Bruno. Oké. Pot 1 tot en met 7. Match. Oké, jongens, ik ga slapen. Ik merk dat ik minder goed word. Maar nog even. Tiegel van Vliet is mooi. Het is te mooi om waar te zijn. Dat passie en Wallander deze vreugde en plezier in mijn leven brengen. Yassine, ik vind het tof als je een filmpje maakt over Palestina en Israël. Dankjewel. Thanks voor je donatie sowieso. Ahmad had ik gehad. Mo had ik gehad. Pelle nog een keer. Thanks, jongen. En dus inderdaad eventjes kijken. Ja man, Niff hadden we ook gehad. Koen Bas. Even kijken. Koen Bas 13S. Ja. Oké, en dan hadden we nog een DM'tje van... Wiens DM moest ik nou nog? Ik zie het even niet meer. Ik dacht dat ik nog een DM moest, maar... Ik zie hem niet meer. Oké, spijt me. Nee joh, ik ga lekker slapen. Inta, Geitje, leuk dat je er bent. Rick Dammo. Nee. Ik ben echt knijtermoe. Ik gaf deze net bijna weg. Echt totaal onnodig, want die gas was echt niet goed. Nee, ik ben echt fucking moe. Oh, het is 2 uur geweest. Jongens, thanks. Beestachtige kijkers weer. 7-0. Zondag waarschijnlijk pas weer door. Waarom speel je Asham centerback? En hoe is hij? Want ik denk eraan om hem te doen. Ik vind hem echt beestachtig tot nu toe. Beestachtig. Die Rick, jongen. Future E-Divisie champ. SO naar Nick Zwager. Hij is jarig. Nick Zwager, jongen. En een SO aan Nick Peters ook nog. Zo dan. Koen Insta DM. Justin Lubbe. Oké dan. Slaap lekker, jongens. MVP's. Ik zie jullie snel, ja? Ciao.